Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag gaat er echt iets bijzonders gebeuren. We gaan namelijk een bizarre challenge aan. En ik ben blij dat ik het niet alleen ga doen. De vroege vogel is hier ook. Maat, 6 uur in de ochtend. Ik was 4:30 al op. Kom verder man, ik heb wel even een lekker bakje koffie voor jou man. Heel goed, heel goed. Zo, het was inderdaad even een vroege ochtend. En ik zal heel eerlijk zijn, ik zal er niet over liegen. Ik heb echt een kutnacht gehad. Niet normaal. Omdat ik wist dat ik vroeg moest opstaan en ik wilde niet te laat komen, werd ik echt wakker om de, ik denk 10 minuten. Het was 1:10, 2:30. 3:15, 3:15, 3:30, 4:15. En elke keer dacht ik dat ik moest opstaan. Ik werd helemaal gek van mezelf. Maar goed, we zijn er en op tijd. We hebben hier 2 lekkere cappuccino's. En ja, we gaan eens eventjes proosten op deze fantastische dag, man. Heb je ook altijd dat je dan een spannende dag hebt, gewoon iets leuks, dat je dan niet in slaap kan vallen? Ja, dat had ik dus. Dat is echt zo vervelend. Die tijd tikt maar door. Proost op 100.000 vissen. Dat zou wel lukken. Wie weet. In ieder geval op een goede ochtend. Super lief trouwens, Marion heeft een bakje koffie gemaakt en is daarna weer naar boven gegaan om te gaan slapen. Ze zei ik wil toch even een beetje input hebben op je ochtend. Dus ik maak een bakje koffie en ik ga weer naar bed. Zo lief, niet normaal. Dames en heren, ik ben niet verbaasd dat wij een van de eerste zijn vandaag. Totaal niet verbaasd zelfs. Ik doe even een lichtje aan, het is nog donker. Het is nu 7:15. Het voelt echt nog wel vroeger of zo, maar dat komt omdat, ik weet niet, het is gewoon zo donker hè. Ja, dat komt gewoon omdat er nog geen licht is. We hebben nog geen sprankeltje licht gezien. Nee. Maar wauw, ik heb er zoveel zin in man. Ja man, ik ook. Ik ben echt hyped. We gaan dit rocken vandaag. Het lijkt misschien alsof we hyped zijn, maar het is vooral mentale hype in het hoofdje. En als we straks ontwaken, dan komt het ook los. Dan gaan we schreeuwen. Ik visualiseer hem nu al gewoon. Maar weet je wat echt heel vet is? En hier moeten jullie echt voor blijven kijken dames en heren. Dit is echt legendary. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Je hebt dus hier bij Tom's Creek een monster kweekvijver. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Wauw, wij moeten vandaag... We gaan sowieso switchen van vijvers. Ja, je hebt verschillende vijvers. Je kan dan karper, meerval, steur. Maar de monster kweekvijver heeft gewoon vissen van meer dan 2 meter. Die kan je geen eens tillen in je eentje. Dat is gewoon groter dan ik, hè? Besef. Besef, dat is knijtersgroot, ouwe. Dat is knijtersgroot. Je mij zo vast. En zwaarder dan jij. Dat... Nou... Hey, dat hoop ik wel. Dan voel ik me wat lichter. Maar... Dus besef gewoon dat er komt een foto en er komt een vlogmoment aan. Dat we gewoon een langere, en ik wil niet zeggen dat je zwaar bent hoor, maar een langere en zwaardere Lars moeten tillen voor de foto. Ja, man, ja. Ja, bij mij is het natuurlijk spier en bij die vis is het gewoon het gewicht. Vet. Maar, hè, ja. Dit wordt echt keihard en Lars en ik zijn niet de enige die vandaag dit avontuur tegemoet gaan. Ik heb ook nog een special guest. Uw mobiele telefoon bevindt zich nog in de wagen. Bedankt. Duidelijk. Heel duidelijk. Ik heb ook nog een special guest vandaag waar we het gezellig mee gaan doen. En mijn stagiair die komt straks nog, Dries, die gaat helpen filmen. Yo man, goedemorgen. Goedemorgen man. Alles lekker? Ja, lekker man. Tja. Goed dat je erbij bent man. Zeker man, zeker man. Het is vroeg hè? Ja, het is vroeg man. Hey man, John. Hey. Oké, wat is je echte naam? Berkje John is mijn echte naam, maar voor jullie makkelijker om John te zeggen. Dus, John. C-A-N, John. Oké, gewoon een soort van, eigenlijk is dat een beetje een mooiere manier van de Nederlandse Jan. Zeker, zo noemen ze ook op werk, Turkse Jan en zo zegt ze. Dus, oh echt? Ja, maar, serieus man. Oké, ja, want ja, ik had gisteren nog in Antwerpen met de vriendin van Thijs, was ik met Janneke en die noemen we dan Jan en jij Juan. Ja, John. Ja, John. Chill. Oh, jij mag me noemen hier wat dus... Juan, Matti, Maatje, Broski. Oké, dit is wel echt heel erg tof voor de mensen die weten wie John is. Dan ben je echt een strijder. Dat zou wel echt sick zijn. Oké, we gaan even spulletjes pakken en dan gaan we ons melden. En dan ja, gaan we het allemaal zien dames en heren. Maar het is leeg. Het is rustig. Maar we zijn hyped. Ik begin nu al meer los te komen. Let's go baby. Oh Lars, die gaat al eventjes de warme kleertjes aandoen. Ja, ik ga het pakje aandoen hoor. Jij ziet er wel het meest professioneel uit. Je hebt een vissersmutsje. Tenminste, zo noem ik dat dan even. Ik heb zelfs gewoon, dit is gewoon een vismerk hè. Dit vest. Serieus? Ja, je ziet het niet, maar hier zat zelfs een karpetje ergens. Wauw. Wauw. Ja, dat doe je goed, man. Ik ben, weet je, Daniel is er nu niet, maar iemand moet toch zijn professionaliteit meenemen. Daar ben ik vandaag. Oké, is goed. Nou, dan is Lars vandaag de ervaren Daniel, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook rekening gehouden met de kou, dus ik heb handschoenen bij me. En ik heb gewoon een heel thermopakje aan. Ik heb onder mijn kleding hier heb ik een complete thermopak. Kijk hoe vet die is. Dit is mijn thermopak. Oké. Wauw. Van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds vissen. Ja, ik kan wel zeggen wie verzint het, maar ik weet wie het heeft verzonnen. Dat vind ik. Dames en heren, er is iemand aangekomen hier. Wow, in ook een dikke wagen. Goedemorgen. Hij blijft vet, de auto. Zeker weten. Oh, wat een dikke machine. Niet normaal. Ja, dit is de eigenaar. We zijn bij Tom's Creek en dit is Tom. Dus dat is op zich logisch. Hey, goedemorgen. Hey. Kijk John dan. Hey, zit het, je moet de vissen niet afschrikken. Wat is dit? Lekker kamoe. Ja, je moet wel wat, Dus, hey Lars, hoe gaan we dit nou doen, man? Hij heeft gewoon mij geoutruled, hè. Ja. Jij gaat winnen vandaag, sowieso. Ik heb ook wat lekkers voor je meegenomen. Top, laten we straks openmaken bij het ontbijtje. Ja. Super lief, man. En Tom, yes. Ik heb een vraagje. Maakt het nou uit als je gaat vissen bij een kweekvijver, dat je zo niet camouflerende kleding hebt? Maakt het uit of niet? Nee, kijk, het allerbelangrijkste is dat je warm blijft, zeg maar, in deze periode. Dus als je dit aan hebt, ook dan ga je vis vangen, hoor. Oké, fijn, hè? Wat is belangrijk bij het vissen? Tuurlijk, eten. Nou, dat krijgen we van Tom. Yes. Wat hebben we hier? Mooie pellets. En het is heel belangrijk om een beetje een voerstekje te maken, om die vis te lokken. Oké. Dus, deze zijn voor jullie alvast. Nice. En dan natuurlijk even wat aas pakken. Oké, top. We krijgen wat aas erbij. We hebben 2 bakken pellets. Toen ik voor de eerste keer van Daniel hoorde, tuurlijk hè, Daniel die leert me allemaal dingetjes. Toen ik hoorde pellets, dacht ik, pellets bro, waar heb je het over? Ik dacht gewoon een pellet, weet je wel, in de loods of zo, een pellet. Maar je hebt dus pellets ook in visvoer. Maar dit is het winkeltje, je kan je een netje halen, vishengeltje of dus pellets. Dus ik weet niet wat dit allemaal is, maar... Dat weet sowieso Daniel allemaal. Vitamines voor de vis ofzo, ik weet het niet. Dit zijn pop-ups. Dus dit zijn dingetjes die doe je onder je haak en dan drijf je. Dus voor karpers? Ja, ik denk ook wel voor meer vissen, maar vooral karpen. Oké. En dit is gewoon een soort van smaakje, een soort van limonade voor vissen. Kan je weer voer doen. En, lekker snackie. Vandaag Daniel. Hè? Ja, je hoort het, En hoeveel ervaring heb jij met vissen? No man, ik zeg eerlijk, helemaal niks. Ik weet dat ik ga vissen vandaag. Dus. Let's go, jij gaat je eerste vis vangen vandaag. Ik vandaag wel bro, ik moet zelf niet treffen. Heb je zwemdiploma? Jazeker, zeker, ABC. Oké, is goed. Kijk, allerlei soorten aas, gewone wormen, dauwpieren en allerlei soorten kaas, haring, witvis en worst. Dus, Tom, dit is niet voor ons, dit is voor de vis. Nee, is niet voor jullie, ja. Oké. Geen tapas. Ja, ik weet het niet. Oké, lekker. Nou, gaan we die kant op. Is goed. Liggen daar al. Let's go. Yes. Yeah. Daar gaan we dan, dames en heren. We gaan naar de eerste visstek. We hebben nog een paar minuten om ons klaar te maken en dan is 7 uur en dan gaan we beginnen. En dan ben ik heel erg benieuwd. Gaan we sowieso natuurlijk even in de gaten houden op hoeveel minuten, als we bezig zijn met de 12 uur challenge, gaan we de eerste vis vangen. Ik ben benieuwd. Maar één ding weet ik zeker, jouw eerste vis wordt legendary, man. Ik hoop het, man. We gaan het zien. Ja, tuurlijk. We gaan vangen vandaag, ja of nee. Ik weet nog wel mijn allereerste vis, dat was zo vet, jongen. Toen had ik echt zoiets van, wat maak ik hier mee, man. Dus ja, dat ga jij sowieso ook nu hebben, omdat ja, deze vissen die je hier kan vangen in zo'n kweek. Die zijn groot, die zijn sterk. Weet je wat een steur is? Bro, ik weet helemaal niks van vissen. Weet je waar caviar vandaan komt? Helemaal niks, bro. Van een steur. Wat is een steur, bro? Dat is een vis. Dat is een vis. Een steur is een vis. En je hebt zeg maar een mannelijke steur, een vrouwelijke steur. Ja. En een vrouwelijke steur, die eitjes, is zeg maar caviar. Ja. Dus, die kan je hier vangen? Nee, maar hier heb je volgens mij alleen maar een mannelijke steur. Of vrouwelijke steur die geen caviar geeft. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar in ieder geval, dat is gewoon een leuk weetje van caviar komt van steur. Ik wist dat het donker zou zijn in de ochtend, maar zo donker, ik had geen idee. Maar het duurt niet lang. Ik ga even kijken. Oké, het duurt toch nog eventjes. Om 7:45 komt de zon op. Maar dan gaat het ook wel in één keer heel erg hard, hoor. Maar we hebben hier een mooie plek, hoor. Echt een hele mooie plek. Kijk dan, we hebben hier een tafeltje waar we alle spulletjes op kunnen leggen. We hebben hier mooie bedjes voor als we een vis vangen. Die gaan we dan even nat maken. Dan kan de vis gewoon hier op dat matje netjes even liggen. En ondertussen is Tom even aan het helpen en even de hengel aan het klaarmaken. Mooie knolpauwe rode hengel zo te zien. Heerlijk. Ja, top. Dit is de eerste vijver waar we dus op gaan vissen. Ja, avonturen 5-4. Ja, het is een mooie mix van steur, karper en meerval. En volgens mij wil een van je vrienden ook proberen andere vissen te vangen dan steuren. Dus ik ben erg benieuwd. Top. Nou, we gaan het meemaken. Yes. En wat is het beste om mee te vissen? Dat maakt niet uit. Hè? Gewoon een mix van kaas of... Precies, gewoon echt verschillende dingen proberen, zeg maar. Precies. Ja. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. Wij zijn er helemaal klaar voor, dus laten we de challenge nu beginnen. Challenge. En Lars Petersen heeft de eerste vis. Woehoe! Let's go! Oh, ik heb ook! Ik heb ook beet! Oh my god, ik heb ook beet! Baby! Baby! Double hit! Hoi, joh, je hebt de steur! Oh, mijn is eraf! Mijn is eraf! Let's go, let's go, let's go! Oh my god, het is al zover. Dames en heren, mijn vis is eraf geknald, maar gelukkig... Lars heeft first catch of the day. Hier krijg je extra experience voor, man. Jawel, hè? Je bent al level 2 nu. Fishing plus 1. Fishing level 2, man. Zo. Dit is een diamantsteur. He, dit lijken net allemaal van die diamantjes, zeg maar, erop. Ja, diamond! Ja, diamond van de dag, ja hoor. Diamond, man. Kijk eens even hoe mooi. Dames en heren, eerste vis van de dag. En we spreken bij deze af. Elke vis die je vangt, geef je 1 level. Dus je bent level 2, man. Yes. Hoe voelt dat? Ja, ik ben vaak niet al eerder een volgend level, dus dit is goed. Dat moet lang duren dan. John, wat vind je ervan? Ja, dat lang duren. Ja, het is vet cool, man. Dus, Oké, daar gaat hij. 1, 2. Hoppa. Lars. Level 2. Boom. Lekker. Ja! Ja, baby! Kom op dan! Ja, bijna in het netje. Bijna, bijna. Zo! Boom, baby! Let's go! Level 2. Ja, ja. Level 2. Even kijken. Deze open. Hij is zich helemaal ingewikkeld in je lijn. Dames en heren. Kijk dan. Dit is toch mooi? Dit is ziek, hoor. Dit is toch mooi? Hoe lang zijn we nou bezig, hè? Serieus. Ja, 10 minuutjes. Dit is niet normaal. Dit is echt bizar. Dit is niet normaal. Oi, oi, oi. Je hebt ook alweer een groot, hoor. Wauw, kijk dan, joh. Als we echt een big unit hebben, dan moeten we natuurlijk even meten. Maar ik vind dit sowieso al mooi, hoor. Zeker, zeker. Mooie lengte dit. Dus hij is net zo lang eigenlijk als dat hij erin past hier. Ja, zal het zijn een meter dan of zo? Volgens mij is hij 1,15 of zo. 1,15 meter ongeveer. Damn. Ja, perfect. Hey, dat heb je goed gedaan, maatje. Je hebt mij blij gemaakt. En level 2, baby. Ja, ja. Daar gaat hij. Daar komt hij, de diamantsteur. 1, 2. Hoppa. Let's go! Lekker, man. Dit wordt een slijmerige broek aan het eind van de dag. Ik zit zo af te vegen. Het wordt lekker voor de wasmachine. Ja, man. Oké, dames en heren. Heb je beet? Ik weet niet. Ik zie het niet. Is hij weg? Ik zie het niet. Trek aan de hengel. Wow. Haal hem binnen, haal hem binnen. Ja, hij is nu hiervoor, man. Hij ligt hiervoor. Heb ik beet? Voel je spanning of niet? Haal hem eens verder naar binnen. Draaien. Trekken, man. Nee, er zit niks aan. Yo, ik ben even blij. Je tijd komt nog, je tijd komt nog. Nu ben ik heel erg benieuwd hoeveel vissen we gaan vangen in 12 uur tijd op een kweekvijver. Dat is uiteindelijk de bedoeling, zoveel mogelijk vangen in 12 uur tijd. Maar hoeveel vissen denken jullie dat wij met z'n drieën bij elkaar gaan vangen op een hele dag van 12 uur? Laat het weten in de reacties. Ik ben benieuwd of jullie in de buurt zitten of dat er misschien iemand is die het goed heeft. Hoeveel vissen denk jij in 12 uur tijd? Ja, ik wil wel gewoon zeggen 50. 50, met z'n drieën, in 12 uur. Ja. Vind ik een mooie. Ik ga voor de 44, 2 keer mijn lievelingsgetal. En hoeveel hoop je zelf te vangen van die 50? Laat ik zeggen, in ieder geval meer dan 10, dan ben ik gelukkig. Dus je level 10. Oh, je wil hoger dan level 10 worden. Liefst level 34 natuurlijk, maar goed weten. Zoals de royalistic. Oké, als iemand vandaag level 34 kan worden, op dat niveau van royalistic zou het legendary zijn. Wie weet. Maar hoeveel wil jij er vangen? Ja, ik hoop er wel 20 te vangen eigenlijk. Okay, ja, maar dat is je ook gegund. Dus, wow, binnen 10 minuten hebben we allebei al ene. Ja, we hebben nog een paar uur. Dus. Als dat zo doorgaat, kunnen we 6 per uur vangen. Ja. Keer 10 is al 60, hè. Nog 2 erbij is dan 72 ja, per dan, persoon. Dat zit je op 100 plus. Dus misschien schatten we wel heel laag in. Ja, als we meer dan 100 vis vangen vandaag, dan, wow, dan weet ik niet wat we als volgende challenge moeten doen. 24 uur vis. Oké, nou, de dobbers die liggen er weer in. En nu is het weer afwachten. Dames en heren, dit is perfect. Dan zijn we allemaal level 2 als dit lukt. En wat een mooie vijver is dit, dames en heren. Lekker fonteintje erbij. Dat geluid is ook zo rustgevend daarvan. Is hij los? Nee! Ah, kan gebeuren, kan gebeuren. En je bent ook nog maar level 1, hè? John die heeft in ieder geval gevoeld hoe het is om beet te hebben. Dat is in ieder geval stap 1. Dus stap 2 is hem dan nog binnenhalen. Maar ja, dat overkomt de beste. Maakt niet uit, we gaan snel weer verder. Let's go, baby! Daar heb je hem al! Let's go! Kom op dan, Lars. Boom, baby! Jij gaat naar level 3. Let's go! Wauw, dit gaat hard zo, hoor. Dit gaat hard zo. Hoppa! Perfect. Kijk hem. Weer een diamantsteur. Ja. Ik ben benieuwd bij welk level je andere vis gaat vangen, man. Ik weet niet waar mijn dobber is. Vasteler. Lars, clean jongen. Ja, dit is hem, hè, level 3. Kijk dan. Hallo. Wauw, super clean, bro. Hij gaat weer terug. Echt super clean. Tijd voor zijn broer. Een afsprong geef ik een 6. Ja, die was niet heel duur. Maar de vangst was een 10. Nice. Level 3, man. Even serieus. Geef me die vishand. Geef me die vis. Nee, laat maar, laat maar. Laat maar. Ik zag een dikke slijmjurk aan zitten. Oké, Lars is level 3, dames en heren. Dus dat is wel sick. Bro, je bent nog level 1. Ik had bijna level 2, maar... Komt goed. Ik weet het zeker. Komt goed. Oh. Oh. Ik heb een kaarsje meteen. Op dit moment, dames en heren, is het aan het regenen. Qua kou valt het mee, maar ja, alleen mijn handen misschien een beetje. Maar daar hebben we wat voor. Lekker chocomelletje met slagroom. Oh, heerlijk. Oké, nu is het... Oh. Soms dan word je een beetje genept. Dan denk je dat die dobber beweegt, maar dan is het die fontein. Die gewoon een beetje wat water deze kant op duwt. Maar we blijven geduldig wachten. Maar ik ben wel blij, hoor. Er zijn al 3 vissen gevangen. Dus het gaat er echt de goede kant op. We zijn nog ineens een uur verder. Oh, heerlijk. Dit gaat echt goed in. Lekker voor de handen. Lichaamstemperatuur. Hey! 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 Ah, kom op, man! Helaas, kaarsje zit er nog aan zoals jullie zien, dus we gaan hem gewoon weer opnieuw erin gooien. Maar ik heb nu al wel 3 keer beet gehad zonder iets te vangen. Dat voel ik wel in mijn hart, hoor. Kun je ook in een level omlaag dan? Oh, als je mislaat, ik ga de level omlaag, heb ik nu min 2, man. Dat gaan we niet doen. Weet je wat ik ga doen? Ik heb een plan. Mijn plan is even op zoek naar de pallets. Kijk, pakken we een klein beetje van die pallets. Oh, John! Slaan, omhoog. Oh, zonde. Zonde, zei hij. Je had het bijna nog niet aangeslagen, zonde. Hij wist al, ik ga fout, man. Sorry, dat is mijn schuld, sorry. Snap fout. Ik heb hier een paar pallets en daar ligt mijn dobber. 1, 2. Perfect. Perfecto. Dit gaat mij helpen, let maar op. Oké dan. Kom op. Hap. Stilte voor de storm. Helaas, hij had hem heel eventjes beet. Hij trok hem naar beneden, dobber ging mee, maar geen beet. Hij had mij beet. Haha. Boom, baby! Let's go! Hey, John! Afknijpen! John! Pak je vis nu! Afvegen! Kom op! Laat gewoon een beetje poep erop zitten, kom op, man! Mijn ook! Ja! Wow, wat? Ja! Nee, oh, hij was wel onder. De hele tijd geflasht. Ja, maar hij was wel onder. Voor die van jou misschien ook hoor. Nee. Ja, maar John... Hey John! Jalla jalla! Hey! Hey! Hier, hij zie je. Ja, jij hebt vis man! Kom op, kom. Heb je nou je handen gewassen? Kom op, kom op John! Je eerste vis bro! Oh, hij zit helemaal om de hoek! Oh! Ja, oh hij is eraf! Zeg dat hij het heeft gedaan. Nee, dat gaat niet. Wat doe je allemaal? Damn man. Ah, ga maar weer terug afvegen man. Hey, die maag wordt net wakker weet je, dus we zo. Jammer man weer. Ja, dit noemen ze de 90 graden hoekvis. Die gaat dan zo de bocht om 90 graden en ja, ben je de lul. Ik moet er sowieso even vandoor dames en heren, dus ik ga bij deze eventjes vragen aan Lars. Wil jij even mijn hengel overnemen? Tuurlijk, jou hoor. En dan ook nog bonuspunten, want elke vis die je vangt gaat er bij jou gewoon een leveltje omhoog. Dat is mooi hè? Ja. Nee, dus, ja, double trouble, you know, weet je. Double trouble, oké dan. Ik heb er even een zure haring aan zitten, misschien werkt dat. Ik had er net kaas aan. We zijn nu een uurtje verder en ik vind dat we zeker tevreden mogen zijn. Ik bedoel, Marvin, in een uur ongeveer, we hebben drie vissen. Drie vissen in een uur, dat is netjes toch? Ja, zeker. Oké, dit is trouwens Marvin, die werkt hier. Hij is sowieso zelf een goede visser, meerdere viswedstrijden gewonnen. Hij ondersteunt ons vandaag met wat tips en tricks. Zoals het aanslaan omhoog. En hij had zo net de vis aan de haak voor Johan, omdat hij aan het kakken was. De volgende keer, ja, maar dit is vissen bro. Ja, ik wacht zo lang. De hele tijd sta je hier, je gaat één keer even naar het toilet en je beet. Dat is vissen. Dat is in een uur tijd gaat hij één keer van zijn hengel weg en hij heeft beet. Ja, dat is typisch hè. Ja, dat gebeurt altijd. Dat is echt typisch, die vissen weten dat inderdaad ja. Die ruiken van dat je aan het poepen bent. Oké, genoeg over poep in de vroege ochtend. Ik ga eventjes Dries ophalen, mijn stagiaire. Die gaat helpen met filmen. Oh, en mijn drone hangt nog in de lucht trouwens. Dus het is wel handig dat ik die eerst even naar binnen haal. Oké. Dames en heren, het is tijd om te vertrekken. Ik heb de drone weer binnengehaald. Ik ga eventjes Dries ophalen van het station. En ik laat de camera hier achter, zodat Lars kan filmen als Johan beet heeft. Of Lars. Let's go. Tot zo. John heeft beet. Lekker man. Ja man. Hopelijk komt hij heel nieuw boven water. Ja. Oké. Rust houden. Het zou wel mooi zijn als jij nu even je vis vangt hè. Je moet op binnendraaien man. Ja. Je mag gewoon een beetje trekken hoor. Hij moet niet in die bosjes gaan man. Ja, doe maar gewoon omhoog. Je moet hem een beetje naar je toe trekken. Je wil een beetje gevecht met die vis hebben, dat je hem een beetje inhaalt. En niet draaien als hij wegzwemt. Als je dat ding hoort gaan, moet je gewoon niks doen. Oké, nu hengel naar beneden. Dan draaien. Normaal. Ja. Dan trek je weer aan. En een beetje naar rechts nu trekken, want hij moet uiteindelijk... Ja, dat gaat net aan goed. Dit is niet zo lang. Ja, maar dat is drillen, man. Doe het goed. Zeker, ja, zeker. Voor de eerste keer sowieso, man. Je moet die vis een beetje moe maken. Zorg gewoon voor, je gaat nu naar links, trek je een beetje naar rechts. En als je het idee hebt dat die vis niet zoveel meer doet, dan kan je dus... Ja, nu trekt hij wel. Ja, dus je moet je hengel naar beneden draaien gelijk. Draai maar. En weer een beetje trekken. Ja, lekker, man. Zo. Ja, naar beneden. Draaien. En dan weer aantrekken. Ja, heel goed, man. Nice, oké, daar is hij, kijk. Hij begint al moe te worden. Ja, trek maar een beetje omhoog. Dan kan Marvin hem scheppen. Lekker, John. Hij komt hoor. Eerste vis. Wat een ervaring. Je hebt gelijk een goede drill ook. Ja, probeer hem maar gewoon omhoog te krijgen. Dus nu weer draaien. En dan weer trekken. Heel goed. Kijk, en dan schept hij. Ja, lekker man. Oké. Heb je ooit een vis vastgehouden? Ooit. Oké, nou dan ga je nu masterclass vis vasthouden. Ja. En het belangrijke is, als je zo'n vis vasthoudt, hou hem altijd boven de mat. Als je hem dan per ongeluk loslaat, valt hij in de mat en niet op het harde hout. Dus je pakt hem eerst bij zijn staart. Dus hier, vastknijpen. Ja? Hij is wel glad, man. Ja, man. En niet te hoog zo, kijk, hou boven de mat. Lekker, man. De eerste vis. Moet ik hem erin gooien? Nee, hou hem vast. Nee, wacht even, je moet een mooi shot op. Anders geloven ze het niet, bro. Kijk eens. Level 2 ben jij nu, hè? Oké, doe maar terug. Doe maar lekker terug. Probeer niet echt te gooien, maar rustig erin te laten zakken. Even op de knietjes, ja hoor. En dan kan je hem gewoon loslaten. Ja. Nice, bro. Eerste vis, lekker. En zo zie je maar, geduld wint altijd. Gewoon geduld houden. Nee, 3 keer stikt dat goed. Sowieso. En maar goede drill ook. Ja, je snapt hem niet helemaal. Je wel een beetje zweet, man. Was het heftig? Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Lekker, man. Nou ja, goed. Op mijn hengel, op de hengel van Enzo gebeurt niet zo heel veel op dit moment. Maar goed, we gunnen het Jan wel. Dus hij is level 2. En je moet er eigenlijk nog even één vangen voordat Enzo er is. Want dan heb je hem ingehaald. Dus dat gaan we nu even regelen, ja? Zien we jullie zo bij de volgende vis. Nou, dames en heren, gaan we even kijken of hier wat gevangen is. Hij heeft gevangen. Heb je gevangen? Ja? Ben je level 2? Level 2 nu. Let's go! Level 2, man. En jij? Nee, hier is het erg rustig. Met 2 hengels ja, niks? Hier gebeurt niks. Wauw. Ik was wel ook Jan aan het assisteren natuurlijk, want okay. Ja, het was een bijzonder moment. Maar... Ik ben echt trots op je, man. Thanks, man. Lekker. Heb je een mooie foto ook? Ja, dat staat op video, dus... Oké. Jij hebt bewijs. Ik moet zeggen, hij heeft even 100 kleiner. Dus ik dacht... Is het een kleine vis? Ja, het is een klein visje. Hij was een grote vis. Klein visje. Als je een grote heeft, die foto maar. Oké. Ja, bij de big boy doen we een foto. Boy, yo! Hij is er helemaal af. Hey, ik zie deze ook gek doen hoor. Oké, dames en heren, ik ben weer back in the game, baby. Kom op dan! Kom maar met een lekker visje. Ik ga hem even opnieuw erin gooien. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day, being stuck here in this place. No, I wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I act like we are 22 right now. Oké, ja, nu is de waiting game, maar even serieus, we hebben zo'n geluk met dit weer. Kijk nou eens eventjes. Prachtig. Echt perfect. Echt perfect. Marvin die gooit even een paar van die pellets precies bij de visspot. Wauw, wat heb jij voor lekkernij eraan zitten? Een wormpje. Mag je het zien? Ja, tuurlijk. Zo, nou als ze hier niet op afgaan, dames en heren. Een worstje en een wormpje. Kijk dan. You spin my head right round, right round. Oké, let's go. Zo! Vis jij zo ver? Ja, maar daar had ik hem net. Meen je? Oh, dat is wel leuk. Dan heb je lang die battle met die vis. Dat is top. Woehoe! We hebben een big mama, denk ik. Ja, hij is wel iets groter dan die andere, denk ik. Zo, hoor dat hengeltje gaan. Dit is hem, man. Dat hoop ik wel. Wauw, wat een mooi shot dit ook. Ja, ik denk dat hij niet... Woehoe! Nee, denk je? Pak even zo'n sexy shot moment bij Dries daar zo. Wow, hij staat goed krom hoor. Ja. Waarom past die hengel ook zo goed bij jouw outfit, bro? Ja, goeie hè? Damn. Daarom, je bent één met de hengel. Ja. Zo. Pas op dat je hem niet breekt, hè? Nee, man. Dit is niet normaal. Heeft er wel eens iemand hier een hengel gebroken, Marvin? Ja, al zoveel. Al zoveel, ja? Oké. Nou, trek aan het in. Nee. Dit moet toch een unit zijn, of niet? Ik wil hem zien, ik wil hem zien, ik wil hem zien. Dames en heren, ik zie hier een paar kolken in het water. Kijk. Oh, dat valt heel erg mee. Het is een kleintje. Geen big mama. Jammer, maar wel een vis. En wel een vis. Andere soort, hè? Dat is ook leuk. Het is geen diamant, toch? Wat is de kenner? Nee, Siberisch. Siberisch? Meen je? In Nederland? Ja. Dat is mooi. Siberisch in Nederland. Je hoort het, je ziet het. Nou, dat is zeker een mooi exemplaar, hoor. Wauw. Dames en heren, dit heeft een spitse neus. Ja. Echt mooi, hoor. Lars, je bent een leveltje omhoog. En we moeten het wel even een beetje recht trekken, dames en heren. Want als je begint met vissen ben je natuurlijk level 0. Dus dat betekent ik heb 1 vis gevangen, ik ben nu level 1. John heeft 1 vis gevangen, is level 1. Dit is de derde van Lars, dus dat betekent level 3. Heel erg nice. Dit staat aan kop, bro. Goed, het is... Ja, het is wel een wedstrijd, maar... Tuurlijk is het een wedstrijd. Kijk. Hey, we kunnen trouwens ontbijten, bro. Oh ja! Lekker. We kunnen ontbijten, dat is nice. Dank hoor, John. Ik wist dat je honger had. Lekker hoor, hele mooie dit. Ja. Lars. Geupgrade. Nee, die hand wou je mij geven, hè? Maar nee. Dit betekent maar één ding. Breakfast! Breakfast! Let's go. Lars. Ja? Wat ben je aan het doen, bro? Ja, ik zat in de knoop, bro. Hij is fanatiek, hè, die Lars. Ja, ik zat in de knoop. Meestal ben ik de meest fanatiekeling, maar... Hey, mannen. Even serieus. Dit wordt een mooi dagje. Ik wil even proosten op gezondheid en veel vissen. Ik zeg ja. Bang, bang. John, heb je wel eens van de ijsshow gehoord? IJsshow? De ijsshow. De ijsshow, heb je er nog niet van gehoord? Nee. Ze zeggen in de wandelgangen dat dat wel een legendarisch showtje is, man. Lars heeft hem wel vaker gezien. We hebben heel veel praten. Wil je hem zien? Is het echt omhoog of zo? Nee. Het is wel legit echt vet. Ik denk dat je met een beter gevoel gaat vissen als je dit hebt gezien. Dat denk ik ook wel. Ja, met op afstand, ik weet niet wat... Ja, hij staat op scherp nu. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Komt hij, ja? Dit is de eerste keer hè, dat het misgaat. Oh! Ja, het is buiten ook hè. Er zit ei overal! Shit, dit hoort niet bij de show. Mooi man. Dit is wel een van de eerste keer dat dit gebeurt hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, het gaat niet vaak mis zoals dit. Kom op dan! We hebben beet! Leg dat croissantje weg! Hoppa! Kijk dan. Hey, dit wordt misschien mijn level 2. Ja. Ja, komt hij gewoon naartoe. Kijk dan, hij is hier al. Hij is nu daar. Oh. Hij gaat er in één keer voor, man. Keep the pressure. Blijf weg van het touw, man. Kom op level 2, hè? Nee, level 1 trouwens nu. Dit is wel een goeie, denk ik. Dit is niet wat achter op je shirt staat, man. Nee, dit is het overgestelde. Ja. Sorry, Joost, maar... Mijn naam is klein, maar mijn vis is groot. Het is wel een knoepen, toch niet? Kom op. Kijk dan, joh. What a drill. Hij zit in die fontein, man. Ja, hij komt al. Wat is het? En dat is nu de grote vraag. Als hij boven komt. Zo. Hij is sterk, hoor. Zo, bro. Dus het toch wel het staartje. Bro. Okay. Dit moet wel een kanon zijn, jongen. Ja. Oeh. Zo, ik dacht die losschoot daar, hoor. Ik dacht zo. Bro, dit is echt een wilde, man. Even onder de stuiver. Ja. Kijk, daar is hij. Oh. Hij is hier. Wow, hey, dit is wel een dikke hoor. Dit is een mooie man. Hier is hij. Ja, Marvin komt lekker. Oeps. Kom op dan. Lekker Marvin. Lekker. Hey, dit is tot nu toe denk ik wel de grootste van de dag hoor. Ik denk het ook. Lekker bro. Let's go man. Ja, jij bent een wilde rukker jongen. Damn. Sexy hoor. Kijk dan. Oelala. Dit is een mooi visje. Hey, dit is wel een goede, keurige level 2 hoor. Ja man. Hij is nice hè? Damn, heel clean. Wauw. Oké, we gaan hem weer terug doen. Ja, cool. 1, 2. Boom. Hey, die afsprong. Ik ga zo eten man, ik ga zo eten. Croissantje voor je broek? Nee. Dames en heren, ongelooflijk. Ontbijtje is nog geen eens op. John heeft beet. Hij moet sneller draaien. Wat gaat er doorheen man? Bro, spanning. Lars maakt helemaal spanning van mij. Ik kan helpen man, maar broer is wat? Ja, schip zo. Elk moment kunnen we hem zien dames en heren, elk moment. Let op. Oeh, kijk die draaikolken joh. Zo, ja. Oh, mis. Wow. Wow! Lekker man, dat is hem. Boom, dat zie je. Je hebt hem man, dit zijn ze. Lekker man. Tweede. Hoe ga je hem noemen? Baklava. Kijk dan, wat een beauty man. Ik denk dat hij wel zin heeft in een lekker stukje baklava. Ja, jij ook denk ik. Ja man. Gefeliciteerd man, level 2. Dankjewel. Lekker man. Let's go! John heeft weer beet. Level 3 eventueel. Kom op man, you got this. Hoop het. Hey, level 3 man. Ik hoop het man. Moeten we eerst komen? Wauw, die gaat wel helemaal los in één keer. Dit zou echt de allermooiste zijn wat er kan gebeuren als gewoon John, mij en Lars eruit vist. Dat zou echt geniaal zijn. Dat was mijn bedoeling als het gisteren. Dat was het plan. Nou, laten we zien dan. Kijk wat hij doet nu hoor. Hij is echt een pro aan het worden hoor. Ja hoor, kijk hoe hij dat binnenhaalt. Zo snel, zo smooth, zo makkelijk. Maak maar grap, ik fix het altijd al. Ja man, hij is er al bijna. Ja kijk, daar hebben we hem. Oeh, zo, flinke vissa. Snap je een vissa? Boom, let's go. Kijk hoe hij die vis vasthoudt. Als een zoute haring. Easy. Ja, ik heb beet, ik heb beet, ik heb beet. Mijn droom is klein, maar mijn vis is groot. Koop een boot en werk je dood. Oh, hij is eraf. Kom onder. Ik was wel hyped, hè? Ja, man. Maar maakt niet uit, ik heb een nieuwe tactiek. En die heb ik net toegepast. En die werkt nu al. En dat is? Vangen. Nee, ik heb serieus een nieuwe tactiek. Ik ga je laten zien. Oh ja. Wacht, John. Sorry, man. Die zijn me helemaal vergeten. Hè? Ja, ja. Weet je, we zijn gewoon jaloers. Zijn we op zelf level? Wij wel, ja. Ja, ja wij wel. Maar ben jij dan Enzo? Ja, ben jij dan Enzo? Oh. Jullie vissen me naar huis. Bro, weet je wat je ook kan doen? Serieus, dit hebben Lars en ik ook een keer gedaan hier zo. Je kan ook die vis zo vasthouden, rennen en gewoon met hem meeduiken. Dat is het beste. Maar... Dat doen we dat. Ja, dat proef naar. 1, 2. Zo. Nee, sterk man. Nee. Ga weg met die hand. Oké, ik zal jullie even de tactiek uitleggen. Dat zegt de man die laatst staat. Maar daarom moest ik mijn tactiek ook aanpassen, omdat ik laatst sta. Ja, maar op de andere vijf kan je ze eruit vissen. Ja, dat is zeker waar. We gaan straks naar een andere vijver en Marvin zegt dat het daar gekhuis is. Echt gekhuis. Maar wat ik nu heb gedaan, familie worm. En die doen we gewoon heel dichtbij hier. Want soms denk je van, oh, hoe dichterbij, niet nice, maar het is heel nice. Let op. Gewoon letterlijk hiervoor. 1, 2. Let op, dit wordt hem! Geef me 5 minuten. Ik denk, ik ga toch even naar de overkant. Even kijken of het gras groener is aan de overkant. Dat zegt ze altijd, hè? Gras is groener aan de overkant. Wow, gaat ie? Oi, oi, oi. Ik blijf het zeggen, maar dit weertje, dames en heren. Niet normaal. Echt, echt heel fijn. Het is stil aan de overkant, het is stil aan de overkant, het is stil. Hey, vissen! Hey, kijk mij zitten dan! Kijk mij zitten! Hey, wat heb ik? Ik heb een karper! Kijk dan! Huh? Kijk wat ik heb! Hey, rustig man! Wat? Kijk wat ik heb gevangen! Kijk wat ik heb! Oh, dit is minder XP hè? Nee, dit is gewoon 1 level! Dit is gewoon 1 level! Marvin, wat is het voor vis? Karpertje! Ja, klein! Oké, het is een karpertje. Kijk hoe mooi, dames en heren. Kijk dan, dit is toch super mooi. Ik heb nog nooit hier op een kweekvijver een karper gevangen. Kijk hoe nice. Dames en heren, ik ben hier heel erg blij mee. Ja, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ik ben gewoon een leveltje omhoog gegaan. We gaan hem terugzetten. 1, 2. Hoppa! Het is stil! Aan de overkant, het is stil. Aan de overkant, het is stil. Aan de overkant. Deze is voor jou, John. Inpakken en naar de volgende vijver. Let's go. John, wat vind je ervan? Van een karpertje die ik heb gevangen. Dat is heel mooi van mij. Hij was best groot. Dus, Hey, maar eerlijk, hoe mooi is dit? Jij hebt er 3 gevangen, ik heb er 3 gevangen, Lars heeft er 3 gevangen. Nee, dat is dan een plek niet goed. Dit is toch top. Allemaal level 3. Hé hey, Lars, level 3. Alle 3. Dat is toch mooi? 3. Zullen we naar de volgende 5 op? Oké, we waren nu op vijver nummer 4, de avonturenvijver. Wat is de volgende vijver? Vijver avontuur 1. Avontuur 1? Ja. Oké, nou let's go. We gaan naar de overkant. Avonturenvijver, Uno. We gaan er met z'n drieën tegelijk ingooien. Dan gaan we in 3, 2, 1. Succes mannen! Let's go! Wauw, perfect. Ik zeg het jullie eerlijk dames en heren, de mijne ligt... Dit is wel heel lekker trouwens hoor, dat vuurtje. Behalve als je het vol in je gezicht krijgt. Maar de mijne ligt er perfect voor. Echt perfect. Ik zie dat Lars nog een beetje aan de struggelen is. Maar dat hoeft niks te zeggen over de vangst. Marvin, dit is dus... eigenlijk zeg maar dezelfde vijver. Je hebt steur, karper, meerval. Ja. En er zitten zo ook een paar roofvissen. Roofvissen? Ja. Zoals? Strijpers. Strijpers? Oké, die ken ik niet. Maar die kunnen we ook... Beet! Oh, wacht! Oh my god. Oh, hij is er weer. Shit, heb ik het gemist? Ik heb het gemist. Strijpers, ik ken dat niet. Wat is dat voor? Dat is een roofvis dus? Ja, dat is een roofvis. Oké, maar die kunnen we vangen met wormen? Ja, zeker. Dat kan wel. Wauw, is dat uniek als je die vangt hier? Ja, wel... maar die zit er niet echt zoveel van in. Oké, oeh, dat zou wel vet zijn. Als iemand een strijper vangt, dan dan heb je dus een banger. Lig je echt super diep? Ik lig niet heel diep, nee. Maar kijk hoeveel lijn ik heb, maar ik ga nog steeds onder water. Marvin, ja, klopt. Moet je nog steeds meer naar beneden. We hebben er vertrouwen in deze vijver. Oké, ik ga jullie alle twee verslaan. Ja, ga je ons naar huis vissen? Oké, succes man. Dit is wederom weer een lekker plekje hoor, serieus. Heerlijk. Ja, kijk, jou daar gaan. Omhoog staan. Hangen. Heb je beet? Ja. John heeft beet, de eerste vis! Let's go man! Je ziet hem al. Een beluga steur. Een beluga, dat is een kleine. Hé, wie het kleine niet eert? Dat groot niet meer. Precies, lekker Marvin. Nu nog wel binnenhalen. Zo. Hé, die vis die heeft andere plannen. Hey. Ja, ik ren al. Lars! Ik ren al. Aanslaan, kom op! Aanslaan, Lars! Hey, stop! Oh. Oi. Het is wel beet hier hoor. Lekker hoor, het gaat helemaal los hier. Ja joh, niet normaal. Echt nice. Hey, jij staat nu bovenaan bro. Hey, maar niet voor lang hè. Niet voor lang hè. Geniet even van je moment bro, oké? Duurt 2 minuten denk ik. Dit is een lekkere drill hoor. Ja. Oh, hij is al los, oké. Nou blijf jij daar? Oh, ik heb ook beet. Oh, de mijn is eraf. Ik zei ja, niet te vroeg juichen. Shit, ik heb te vroeg gejuicht. De mijn is eraf. Enzo, kijk eens. Ja, dit verdien ik. Dit is karma, man. Dit is karma. Eerlijk, deze heeft echt een mooie neus hier zo, man. Echt een mooie neus. Weet je wat hij doet met die neus? Ruiken. Nee, hij voelt met deze sprietjes die je hiervoor ziet. Hiermee voelt hij, speurt hij de bodem af. En wat hij dan doet, omdat hij geen tanden heeft, zuigt hij als een soort van stofzuiger alles van de grond, van de bodem. Daarom ligt ook die wormpjes, die kaasjes, die worstjes, die zure haring, ligt allemaal op de bodem. Dan als een stofzuiger... En als hij dan 1 keer jouw kaasje slurpt, dan trek jij dus die haker in, is die nu eraf, heb je hem beet en sta je bovenaan. Het is stil aan de overkant, het is stil aan de overkant. Damn, dames en heren. Dit verdien ik. Wauw, deze is echt mooi man. Wat is er zo anders aan deze dan die andere? Want dit is een blue beluga. In plaats van een diamant is het een beluga. Ja, deze heeft ook een hele brede bek. Een brede bek, ah, even kijken. Meer roof. Zo inderdaad man, hij heeft meer smiley. Hé, dit is mijn engel! Kijk wat hij neemt over! Neem over dan! Ja, heb je hem? Ik heb hem! Oh my god! Hé, geniet er nog even van hè! Geniet nog even van je moment! Oké, doe maar weer terug die vis. Ja, mooi netjes man. Zo, deze hengel staat krom houden. Zo, net zo krom als de rug van een auto, matje. Hoppa! Hoe voelt dat nu bovenaan staat? Heel perfect, maar over een minuutje ben ik toch niet meer, dan staan we gelijk. Ik voel een soort van team John en Marvin in plaats van John alleen. Ja, nee, dat klopt zeker niet. Want ook Marvin zegt nu, ja, moet hem nog eerst binnenhalen. Heeft hij alweer? Ja. Ja, heeft hij alweer. Aan de overkant. Wat een rap, jongen. Mag ik ook wat vangen, jongens? Bro, dit is zo'n knijtersdikke vis, ik zweer het je. Oh. Nee! Ja, nu heb ik dat hè. Nu ging ik vroeg juichen. Hey, sorry man! Sorry man! Hey, kan gebeuren man! Ik weet hoe het voelt man, sorry! The tables has turned baby! Woe, wat gebeurt hier allemaal? Oh, Marvin, wil je voor mij scheppen? Kijk, 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 oh, zo, dit is een grote jongen! Ja! Zo, Marvin! Dit is een kanon! Hey! Kijk wat hier gebeurt! Ja. Oh my god. Ik ga hem snel eraf halen man, want ik moet de bak vrijmaken voor Lars. Zo, dit is echt een unit. Even serieus. Oh. Kijk! Oh my god. Bro, ik kan hem bijna niet vasthouden man. En check deze vis. Holy moly. Dit is toch niet normaal? Wauw. Dames en heren. Wat een monster! Dit is de grootste tot nu toe. Dames en heren, daar gaat hij. Er ligt meteen een nieuwe in het net. Moet je kijken, joh. Het is al maar 150. Wauw. En weet je wat het bijzondere is? John heeft ook weer beet. Niet normaal. Ongelooflijk. Ik ga mijn handen schoonmaken en dan ga ik hem weer erin gooien. Deze vijver is lijp. We staan allemaal gelijk nu, hè? Nog wel. Nog wel. Oké, ik doe deze snel terug, want ik moet inhalen. Zo, jij hebt wel echt de grootste van de vijver. Kijk hem. Wauw, dit gaat nog even duren, maar hey, doe er vooral lekker lang over. Eén vis telt voor één, dus neem je tijd, hè? Ja, dames en heren, die avonturenvijver nummer 1 is gekhuis tot nu toe. Hey! Kijk, Marvin, nog kijken. Heel onschuldig, zo van, ja, maar ik moest wel. Hey, anders neem die hele vijver, wij gaan wel ergens anders, ja? Maar even serieus, hoe zo'n knijtersgrote vis heeft hij nu aan de haak? Ik kan van alles zeggen, maar soms lijkt het wel een grote vis, maar is het gewoon een kleintje. Voordat je hem ziet, denk je dat het groot is of niet? Nee, niet allemaal. Nee? Sommige zie je wel echt boven water komen. Dan zie je echt dat hij echt groot is. Maar je denkt niet dat deze groot is van Zwan? Ja, heel groot. Niet heel groot man, sorry. Waarom ben ik dan zo vaak strobbelen hier? Ja, weet ik ook niet. Oké, daar gaat hij. Nou gewoon een mooi maatvisje. Zie je, is een mooi maatvisje. Als jij maar blij bent man, dat is het belangrijkste. Een mooie maat vis. Hé, hey, hallo! Kijk eens, joh. Hallo! Man. Hallo! Oh, Marvin kan niet stillen meer. Kijk, moet je kijken naar Marvin. Ik vind dit echt wel een dikke joekel man. Oh, je sterk draag ik zo! Kijk dan, dit bedoel ik. Ik vind dit wel een joekel hoor. Zo, dit zijn mooie dingen man. Hé, wie had dat gedacht? Toen jij vanochtend wakker werd, wie had dat gedacht dat je nu zat te worstelen met een vis? Ja, eigenlijk niet. Wat? Lars heeft ook weer beet! Kan hij het vasthouden joh? Bro, dit is niet normaal. Zolang je de vis zeg maar boven hier houdt, dat als die valt, dat hij daarin valt. Ik heb ook beet denk ik. Oh. Oh mijn god. En zo je hengel! Het zit ergens, het is hengel! Hey, we hebben alle drie beet! Netjes. Ziet het. Welk was het nummertje 5, 6? Zeg maar. Je moet een snelle net pakken, John. Oh, moet ik het doen? Moet ik het gaan doen? Ja, tuurlijk bro. Hoe werkt dat? Ik ga die vis hierheen trekken en dan moet je zijn hoofd in het net proberen te scheppen. Ja. De hoofd, dat is de staart. Ja, je moet die ook wel. Oké, ja. Ja, lekker John. Zie je wel. Hé, lekker man boy. Ja. Ik ben voor alle macht thuis. Hé Lars, haal hem maar snel leeg hoor dat matje, ja. Want die van mij komt er ook alweer aan. John, die kan meteen weer scheppen bro. Zo! Kom maar. Hou eens even. Dit is hem. Wauw, dit is een mooie bro. Mooi hè, nou dit is hem. Ik doe hem ook terug. Aan de kant John. Ja. Lekker bro. Kom op dan. Help ik ook, ik kon je ook niet helpen hè. Hele goeie. Ik heb beet. Au. Ga erheen dan! Ja! Ga erheen dan! Ja, wat doe je man? John, wat doe je? Oké, dames en heren, we hebben weer een nieuwe jongen te vangen hier zo. Het gaat echt serieus helemaal los. Maar dit is weer een mooie diamantster, toch Tom? Ja. Top, dit is een mooie diamantster. Maar heeft er ook weer een binnen. Bro, deze vijver is echt lijp. Ik doe deze snel weer terug. 1, 2. Hoppa. Ik pak meteen het net voor jou bro. Ja, dat gaat top zijn. Oh. Thanks. Kijk eens aan bro. Zo, dit is een mooie man. Dit is een mooie witte. Wat? Dit is gewoon wit. Ja, dit is een albino. Oh, hey, het is albino. Kijk. Het is albino. Ja, daar is het albino. Er is albino. Zo, hele mooie. Wat staat nog gelukkig? Ziek mooie vis. Niet normaal, hè? Wow, deze is wel echt nice, hoor. Deze is mooi, hè? Deze is echt mooi. Het is een albino. Kijk, ik ga hem terug doen. Daar gaat hij. Even kijken, er zitten hier geen wormen meer in, denk ik. Alweer, bro. Doe normaal. Hebben we nog piramotjes? Piramotjes? Motjes zijn voor forelvissen. Oh, echt? Ja. Oh, wat zijn piramotjes? Dit zijn dauwpieren. Oh, dauwpieren. Kijk, dauwpieren, die hebben we nodig. Heb je die nog? Ik ga even voor je ophalen. Ja, heel graag. Wat is dit dan? Springers. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik doe even een stukje worst eraan. En dan straks die dauwpieren er zijn. Doe ik gewoon dauwpieren. Hé, hey, lekker man. 1, 2, ik gooi deze even snel in. Hop. Lars heeft weer beet, kijk, check. Hoi! Zo man. Je slaat wel heel hard. Ja, maar je moet zeker voor het onzekere, bro. Ja, maar je hoeft niet zo hard. Wauw, bro. Het is ongelooflijk hoe jij hier staat te vissen. Hele stem sloeg over. Het is stil aan de overkant. Zeker. Even een fotootje. Bam, bam, bam. Netjes zitten. Dames en heren, daar gaan we weer. 1, 2. Ja, boom baby! Boom, je ziet het! Ja, ja. Hij heeft ook weer beet, hoor. Het is toch niet normaal? Het is niet normaal, bro. Wat vind je daarvan? Ja, het is heftig. Jan, die vist ons er wel uit. Heb je ook beet? Of niet? Oh. Dat was niet die afleiding manoeuvres op mij voor je. Ja, ja, ja. Daar komt hij, daar komt hij. Hele mooie, Marvin. Hele mooie. Smooth beweging. You a smooth operator. Echt nice. Kijk dan. Het is een mooie vis, hè, dit. Het is echt een mooie vis. Heel blij mee. Oké, puntje erbij. Hij gaat weer terug. 1, 2. Hoppa. Boem. Oké, dames en heren. We gooien hem er weer in. 1, 2, 3. Kijk, lekker dichtbij. Ja, dit is perfect. Dit is perfect. Wie weet, Lars? Kom op dan, Lars! Daar is hij, hoor. Woehoe! Heb ik beet? Ja. Wat? Dames en heren, ik heb weer beet. Daar gaan we weer. Kom op dan. Ja, ik zie hem al, ik zie hem al. Oh, dubbele foto. Met z'n drieën foto, dat zou mooi zijn. Kan je deze scheppen bedoel ik? Ik kom niet meer uit mijn woorden, Marvin, sorry. Oh, hey, rustig aan, grote jongen. Hey, hey, niet bang zijn, John. Jongen, komt goed, bro. Kijk deze ervaren man. Kijk deze. Hou laag dan, jongen. Ja, dat gaat toch niet, jongen. Hou laag dan, joh. Kom op, John. Wow. Zie al die moves die ik voor je doe, bro. Nee. Ja, rustig aan. Hey, je bent rustig aan. Het is stil. Oké, let op. Double trouble. Boom. We hebben hem. Jackpot. We hebben hem. Hé Lars, dit is een double trouble. Double trouble? Dit is de foto, man. Hey, het had de foto met jou kunnen zijn, maar hé. Hey. Dames en heren, check dit. De double trouble. Hebben we hem? Nee. Dan gaat hij weer terug. Dames en heren, kijk dan. Wat een beauty. Woe. Let's go. Tegelijk. 1, 2. Nu kan het wel, Jan. Ja, goede vishandshake. Dames en heren, op dit moment, John, kom erbij. Zo, heb je een lekker piertje aan? Ja, ja. Mossel en piertje. Laat eens even zien. Zie je dat? Oh, even wat dubbele knoop? Dubbele knoop. Hartstikke idee. Daar gaat hij. Ik doe even een Janneke. Woppa. Zo, dat is een mooie techniek die je gebruikt. Hij heeft toch gelijk beet? Oh, dat doet hij opeens of hij professional is, hè, Jan? Nou, dat is niet zo, hè? Je moet altijd onthouden van wie je het hebt geleerd. Jazeker, ja, ik heb het nog wel eens geleerd. Van Marvin. Van Marvin. Oh, eens even. Ja, hoor. 2 kerstverse nieuwe hengels. Ja, wat een baas. Ja, dat is top, man. Dankjewel. Fantastico. Even kijken. Gaan we er even een dauwpiertje aan doen? Ja, verdamme. En een vis. Hé, hou eens even op, man. Hopsa. Ja, lekker. Lars staat bovenaan. Jan, waar zijn die praatjes van Jan nu? Doe doe eens even, het is stil. Het is stil aan de overkant. We zijn nog niet klaar, hè? Het is nog 7 minuten. Ja, oké. Okay. Ik doe hem terug, hè? Ja, is goed, man. Lekker bezig. Oh. Ja, John zit het dit te verpesten voor mijn hengel, hoor. Hé, hey, lekker Lars, lekker gewerkt. Dank u, dank u. Je staat bovenaan met 8. Zie! Oei. Wat is er dan, Marvin? Heb ik beet? Tuurlijk heb ik beet, man. De GOAT, de legend, je ziet het. Hé, hey, 4 voorletters, 4 achterletters. Enzo Knol. Het is... We zitten echt veel te kutten met z'n allen hier. En we letten niet op. Marvin moet letterlijk bij iedereen zeggen, ja, jij beet, jij beet. Als we Marvin niet hadden, man. Marvin zegt elke keer, jij beet, jij beet, jij beet. Hé, hey, maar als ik hem sneller binnenhaal... Hé, hey, wat? Ja, die voor mij is helemaal ver, man. Trippelhoek, trippelhoek. We hebben met z'n 3 beet. Dit is toch de droom? Dit is de droom! Wauw, Marvin kiest voor Lars! Oh, nee, bro. Oh, sorry bro, ja, ik weet. Oh. Als dit een foto is met z'n 3 met die vis, dat zou echt legendary zijn. Kijk dan! Het is stil! Marvin, het is, John, het is nergens stil. Nee, dit was geen goede timing, man. Dit is nergens stil, we zijn alle 3 bezig. Zo, dit is wel een grote jongen volgens mij, hoor. Even serieus. Boom! Trippelhoek, baby! Trippelhoek! We hebben alle 3 een stirlid. Triple stirlid. Wauw, dat is wel echt legendary. Ik zeg je eerlijk. Zo, dit is echt een legendary foto. Ik ga er wel onder hangen zo. Ja? Is goed. Oké, hou hem rechts, hou hem rechts. Beter, ja. Kijk. Cap hem, cap. Oké, dames en heren, daar gaat hij. Mag even. Even wachten. Triple release, hier naast elkaar. 1, 2. Wow, mannen. Oh, hey, mannen. Hey, laten we even met z'n allen. Hey, dit is hem, man. Hey, dit is niet meer stil, man. Dit is diep. Boom. Hey, maar dit is wel echt serieus sick. Lars staat bovenaan. Boom. Ja, dan moeten we gelijk aan de klok. Maar dit was wel een mooi moment, eerlijk is eerlijk. Ja, wauw. Hoe laat is het? Heb jij enig idee, Marvin? Het is Hij heeft beet. Marvin zit gewoon te vissen voor Dwan, hè. Wauw. Het is 11:15 op dit moment. 8, 9, 10, 11. We zijn 4 uur bezig. We hebben al meer dan 30 vissen. We gaan over die 50 heen. Dat denk ik wel. Maar bro, heb jij niet het idee dat het ook gewoon al 3 uur 's middags is of zo? Ja. Echt heel hard gewoon. Echt niet normaal. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik zo laat wakker word. Ja. En nu voelt het alsof ik al een hele dag erop heb. Zo, hé, die Marvin zit te vissen voor die John, man. Nee. Heb ik zelf al van, hè? Ja. Wat een vuile smiecht, hè. Maar maakt niet uit. We gunnen het je, man. Het is stil aan de overkant. Wat is dit nou, man? Wij hebben niet allemaal Marvin, hè, aan ons zijde. Lekker visje, joh. Dan gaat hij weer, hoor. John, je bent echt een pro, ouwe. Ziet het. Ik vis al zeker 3-4 jaar nu, dus... Ik ga je nooit meer meevragen. Hij weet. Wauw. En ik ook! Ja, hoor! John, waar ben je dan? Ja, komt ie. 1, 2. Hey, we hebben samen beet, bro. Hey, zullen we hem samen gooien? 3, 2, 1. Het is stil aan de overkant. Het is stil. Kijk eens aan, dames en heren, foto's. Ja, oké. En weer door, man, en weer door. Ik doe hetzelfde, nummertje 10. Wel een hele mooie, mooi gehaakt. Letteltje 10, mooi grijze vis. Hij gaat snel terug. Ja. Mons, nou, hey. Hey, kijk dan, hij heeft alweer beet, dames en heren. Eindelijk. Het is stil aan de overkant. Wojo! Check dan! Wat? Check deze! Ik vang alleen maar die speciale dingen. Holy shit! Deze is super dik. Wow, maar deze is echt albino. Dit is echt mooi, man. Wauw, deze is echt mooi, hoor. Dat is wel mooi, man. Kijk dan. Juist, en daarom hou je hem boven die bak. Lekker. Bro, Marvin, je bent een legend, man. Dankjewel. Juist. Perfect. Yes. 1, 2. Lekker. Woe, gaan we weer. Let's go! Kijk dan, hij is hier al. Hij zwemt hier gewoon helemaal heen. Kijk dan. We hebben ook al zoveel gelopen. Kijk hoe modderig het hier is. Echt niet normaal. Ja, hij heeft beet. Is dit jouw 11e, Lars? Mijn 11e. Wil je nog wat zeggen? Ja. Wil je nog wat zeggen? Ik wil niks zeggen, man. Nee, hij niet. Nou, weer terug. Ja, daar is hij. Boom! Let's go baby. Dit is wel weer een grote jongen hoor. Kijk dan. Grote jongen? Dit is wel weer een grote jongen. Zo hé. Ja, hele mooie. 1, 2. Boom. Boeia! Hey, John gaat niet zo lekker net aan. Marvin! Wauw. Dames en heren. Wauw, ik moet heel even rustig aan doen man. Dit gaat echt bizar. Dit gaat bizar. Zo, kijk eens eventjes. Oh, lekkere warme chocolademelk met slagroom erbij. Mm. Heerlijk. Wat is hier gebeurd? Ik ga heel eventjes op de foto met fans. En wat gebeurt er? Ik kom terug. John heeft beet. Hé, lekker John! Kom op hè! Ik haal hem even eruit voor jou jongen. Dat doe ik even hè. Het zal nog wel de vijf liggen man. Ja, dan kom je nieuw halen. Soms moet je even je rust pakken man, even lekker chocomelletje drinken. Ik zit er bro, ja. Ik heb zoveel gevangen weet je, ik moet wel een beetje rest gaan doen voor jou. Je doet het wel goed man. 10 vissen, wij allebei. Lars. 11. Nummer 1. Lekker bezig. Er is echt iets in jouw video's de laatste tijd dat ik een soort van in één keer overpresteer ofzo. Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar het is gewoon jouw moment om te shinen. Dit is, ik weet niet voor de mensen die nog weten van Enzo Knol, maar met de Olympische, de Enzo Olympics en zo was Lars matig. Altijd een beetje matig geplaatst, maar nu zit hij lekker te stijgen. It's my time, een soort van Brunson. Ja joh, plekken stijgen. Lekker stijgen. Jij gaat naar het toilet? Ja, 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 ja. Is goed man, ik ga voor jou vissen ja? Ja. Maar oké, maar jij net ook weg was, als jij hiermee vangt, telt hij voor jou. Serieus? Ja, ik gun jou, is dat achter? Oké, dat vind ik wel netjes van je man. Oké, dat is wel lief. Oké, dus Lars die gaat naar de wc en je weet wat er gebeurt als iemand naar de wc gaat, dan vang je vis. Dus wel super lief dat Lars hetzelfde doet wat ik bij hem vanochtend deed. Dat ik even zijn hengel mag overnemen en dan telt hij gewoon voor mij, dus dat is wel heel tof. John, wat gebeurt hier allemaal? Je ziet het, nummertje 11. Ongelooflijk, deze man. Vissen sterren naar de hemel. Ik zou denken, ik vis iedere dag. Ja, dat denk ik nu wel, ja. Verdomme, man. Nou, release maar weer dan. Netjes. Oh, jee. Hé, rustig, man. Ja, niet meer fout, hè. Lekker, man. Dames en heren, je ziet het. De hengel van Lars. Ik zweer het je. Ik zweer het je, de hengel van Lars. Hé, hey, Lars, ik ben beet. Je bent net te laat, man. Sorry. Nee, joh, ik zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren. Nee, je bent te laat, ouwe. Je bent te laat! Unbelievable weer, als dit te groot is, nou. Kijk dan. Wat is je punt? Op de hengel van Lars, dit is gewoon serieus waar. Als je naar de wc gaat, vang je vis met die hengel. Oh, deze vijver is zo goed, hè. Zie je dat, dames en heren? Hij blijft maar gaan en gaan en gaan. Zie je dat? We doen de slip ietsje strakker. Kijk, kijk, kijk. Zelfs nu blijft hij gaan, zie je? Dat is een hele, hele sterke vis. Zo! Holy shit! Heb je hem? Oh my god, zo! Hey! Wow! Is dit de grootste, denk je? De grootste van vandaag wel? Ja, dat wel, ja. De grootste van vandaag. Hé hey, Lars, vaker naar de wc gaan, man. Oh, dames en heren. Bro. Hey. Kijk dan, wat een vis. Oi, oi, oi. Kijk dan, dit is echt niet normaal. Echt bizar. Dit is tot nu toe de grootste. Hoi, hoi, hoi. Kijk dat maar. Hij wil weer zwemmen, bro. Wat een unit, niet normaal. 1, 2. Zo. Die was zwaar. Die was echt zwaar. Kijk ondertussen, Lars genieten van zijn leven. Wow, hè. Nou, dit is eigenlijk de vis van Lars, maar... Hé, hey, respect man, dankjewel. Het zonnetje komt weer lekker door. Wauw. Ik zag al wat je gedaan had. Je bent betrapt. Ik dacht, die Marvin die heeft hem voor mij ingegooid. Ik haalde hem eruit, er zat helemaal niks aan het haakje. Ja, dat heb je expres gedaan hè? Nee joh. Hij heeft wel goed die Enzo. Ik haal die hengel eruit, er zat niks aan het haakje. Ik dacht, ah, er wordt gesaboteerd hoor. Marvin zei ik ga even plassen en ondertussen niks aan mijn haakje gedaan. Nee, ik heb er nu even een worstje aan gedaan. En ja, op dit moment is het een beetje rustig. Het is nu ongeveer een half uurtje helemaal niks. Het is natuurlijk wel ontstaan in de ochtend al. Maar ik denk dat ik hem gewoon nog een keertje ga poelen. Het is stil aan de overkant. Want ik vind het nu heel stil daar aan de overkant. Maar daar ga ik even veranderingen brengen. Dus kom even lekker met me mee. Lars, ja? Ik moest nog naar de overkant gaan en jij vangt er opeens heen. Ja, maar ik dacht, weet je, als jij dan kan je daar niet zingen dat het hier stil is. Dat is wel waar, ja. Kijk eens even, wat een mooie halen heb je toch ook. Ongelooflijk. Nog steeds, dames en heren, bij de avonturenvijver 1. Nou, die hengel staat weer krom hoor, Lars. Kromme hengels, als je daar weer in staat, zou je dan weer niet... Hé, wel een teamspeler ben jij, hè? Tuurlijk wel. Iedereen moet winnen. Hey, loop, ja. Zo, kijk, 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 hè. Hoi joh! Hey, lekker man, meteen een douche, John, of niet? Ja, nou bedankt. Hefboom, Jan, hefboom. Kijk, kijk, als je niet valt. Oh, dit is zo fijn. Hey, lekker hoor, boys. Mooi om te zien, dit, dat samenspel. Mooi om te zien. Wow, dit heb je mooi gedaan, man. Ja, dank je. Heb ik alleen mee. Dat heb je echt mooi gedaan. Ja, ik weet niet wat ik er mooi in heb gedaan. Ja, binnengehaald. Binnengehaald, oké. Okay. Nou, gaat hij weer terug? Leg je haar ding neer, ik gooi hem erbij, ja? Boom, daar gaat hij. Lekker man. Nou, geef elkaar de hand. Dat is een vieze vishand. Lekker Jan. Oké, dan ga ik nu wel echt naar de overkant, boys. Hey, succes. Ja, bedankt. Jullie ook hier, succes. Komt goed. Hij zwemt ermee, of niet? Boom, baby! Boom! Ja, die hengel is kapot. Voor de nieuwe. Let's go, baby! En er is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil. Boom. Easy. Let's go. Kijk, daar hebben we hem, dames en heren. Boom. Kijk wat voor mooie vis. Ja hoor. Nummertje 12. Heel erg nice. Echt heel erg nice. Kijk dan, kunnen we hem zo via hier? 1, 2. Woe! Hey, 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 hey. Mijn naam is klein, maar mijn vis was ook klein. Helaas. Maar kom wel, kom wel. We gaan meteen door naar de volgende. Ik heb nu de plek, de hotspot. Hier is spits. Spitsuur voor de vis hier. Hey boys! Mijn naam is klein, maar mijn vis is groot. Hey, nummer 13 boys, what up man? Hey, shout out naar iedereen die me support. Woo, baby! Boom! Dames en heren, boom! Weer een nieuw exemplaar. Hey boys, shout out naar jullie man. Hey. En in één keer staat de avonturenvijver 1 weer aan. Volledig aan. Op naar Johan Cruijff, nummer 14. Ja? Is het kijken waard? Het is stil aan de overkant. Het is stil. En ik heb die eens gevangen. Die vis daar van Juan is wel zo groot dat ik hem even moet gaan bekijken. Dus laten we even die kant op gaan. Zo, deze is wel echt heel erg mooi, man. Deze is wel echt heel erg mooi. Zo. Oh, daar gaat de volgende. Hey, papa. Kijk eens. Lekker, man. Goed gewerkt. Oh, daar ging die. Zag je hem? Hij kwam helemaal los. Kijk dan, kijk, kijk, kijk. Wauw. Ah, los? Ja, maar deze is echt groot. Dat is echt niet normaal. Serieus? Ja, ja, echt heel ziek. Haak. Zie je die haak? Haak is helemaal krom. Ja, helemaal verbogen. Dus dat betekent dat het grote jongen is. Gast, ik kon niks. Dit was gewoon zoom. Oh. Nee. Wat bizar man. Hé, hey, hoeveel heb je nu? Ik heb er 13 nu man. Jij hebt ook 13 volgens mij in Lars te staan. Weggelegd. Dames en heren, kom op met die nummer 14. Kom op, happen, happen, happen. Ja, ja! Wauw! Het is stil aan de overkant. Gelijk beet. Gooi met erin. Dit is een mooi mondje. Dit een mondje. Ziet het. Dames en heren, ik dacht in één keer, waarom doen we niet gewoon een super klein stukje worst eraan? Want dan vangen we misschien wel gewoon heel veel kleine visjes. Want ja, een vis is een vis. Of dan groot of klein. Klein stukje aas, snel vis. En dat herhalen. Ja hoor, hij gaat al. Hij gaat al. Ik zweer het je. Yes! Hey! Ik heb een nummer 14, Johan Cruijffje. Boom! Zo, zo. Hey, dit is een joekel denk ik hoor. Met een klein stukje worst hebben we echt een dikke te pakken hoor, serieus. Het kan zijn, dames en heren, dat ik de grootste ga overtreffen nu. Yes, baby! Oeh! Holy shit! Let's go, man! Ongelooflijk, kijk dan, dames en heren. Zo, die gaat er weer in hoor. Woo! Hey, Lars heeft beet! Lekker Lars, nummer 14! Lekker man! Wauw, lekker Lars! Zo, dat is de beste! Dat is de beste! Kijk, deze man is even een vis eruit snoepen zeg! Wow. Wij hebben 14, John heeft 15. Mooi hoor! Wow, zeker een mooie dit. Echt een mooie. Lekker bro! Weer terug, nummertje 14. Daar gaat hij. Papa! Lekker man, goed gedaan. Shit. Kijk eens even, staan we in één keer met z'n allen hier zo. Moet je kijken wat ik heb geleerd. Oké. Okay. Zo! Ik zag hem zo hard die boom. Ja, dat dacht ik ook. Hé, hey, maar je ligt in het midden man, netjes. Nou, mijn ligt hier ook mooi erbij. Dus ik ben benieuwd. Alle! Lekker Lars. Hé, hey, nummertje 15 is dit bro. 15? Hey, allemaal 15 hè nu? Nee, ik 14. Oh, doe het vervangen dan. Doe ik vervangen dan? Ja, ik doe mijn best man. Maar jullie komen hier zo op mijn plekje. Lekker man Lars, hengeltje staat weer krom hoor. Kom hier hoor, hatsie. Hop, kijk dan. Oh, mijn hengel gaat ook Marvin. Zo, die hengel staat echt krom hier. Kijk hem, kijk hem. Kijk hem. Wat? Hé, hey, je hebt een big mama. En besef, ik heb ook nog eens Jan gevangen. Echt? Oh, jullie zitten aan elkaar vast. Hoppa! Lekker hoor. Ik zit ondertussen even een menukaartje te bekijken. Oh, Lars al. Dobber gaat ook. Mijn dobber gaat ook? Ja, ging nog een deel naar beneden. Ik zit gewoon even lekker het menuutje te bekijken. Ik denk dat ik het al weet. Een lekkere Tom's burger. 15 hè? Damn bro. Hij was niet eens zo groot, maar hij was gewoon sterk. Hij was gewoon sterk. Soms heb je dat. Gewoon een kleine sterke jongen. Kleine sterke jongen. We gaan terug. Hé, hey, lekker gedaan man. Daar gaat hij. Hoppa. Nummertje 15. Ja, is dat hem? Ja. Marvin, held. Hoppa. Hoppa! Marvin man. Even serieus Marvin. Gekheid man. Shit! Dames en heren, Lars trekt er alweer even eentje uit hoor. Ho eens even. Hij is meteen los. Ik heb niet de boom gevangen. Ah, hij heeft de boom gevangen dus. Bro, dit is niet normaal. Nummertje 16, je staat eerste. Hey, oh, wat een fuck. Oh, hij is geknapt. Hij is geknapt. De lijn is geknepperd. Daar moet een nieuwe lijn op. Rustig. Hey, dat betekent dat Lars even niet kan vissen. Dat is maar goed ook, want hij staat bovenaan met 16. Nummertje 16. Wat? Hey, dit is nice, hè? Check dan. Dat is hem weer. Ja. Oké. Okay. Lekker gedaan, man. Thanks, thanks. Hoppa. Wat? Hey, wat is hier aan de hand, man? Dames en heren, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Het gaat helemaal los nu. Hey. Lekker gewerkt man. Dit is maar. Thanks. Sorry man. Hij had vast wel even zo. Als je die hengel aan zijn oor. Ja. Jongen. Ja. Had die meneer aan zijn oor gevangen. Wat een gast. Dit is er weer eentje hoor. Kijk. Lekker man. Hele mooie. Nummertje 16. Je staat gelijk met Lars nu hè? Wat heb je eigenlijk? 14. 14. Ik sta 2. Oei, niet zo lullig. Nee, ik wist het eigenlijk niet. Ik wist het echt niet. Oké, lekker bezig man. Nummertje 16. Het is je gun bro. Thanks bro. Daar gaat hij weer. 1, 2. Hoppa. Ja, ik heb hem. Let's go bro. Hé Lars. Lekker plassen hè Lars. Larsje bedankt. Larsje bedankt. Larsje. Hé, hey, daar is Lars. Hé, hey, wat met mijn eigen. Ja, beter wordt wel. Dames en heren, ik heb hem helemaal onder controle. Nummertje 15. Joe! Lekker hoor. Let's go man. Ja? Allemaal 15 in het belangrijk moment. Nee, jij hebt 16, John heeft 16, ik heb 15. 47, hè? Hey, we komen steeds dichterbij. We hebben al 47 vissen in totaal. Dat is veel, hè? Ja, we gaan over die 50. Dat denk ik wel, hoor. Woe! Let's go! Dames en heren, Lars staat weer aan kop. Nummer 17. Zo. Hey. Niet normaal. Dit gaat terug. Bijna 50, 48 vissen hebben we nu. Wauw. Lekker. Nice. Dames en heren, ik heb mijn handschoenen aangedaan. Oh, mijn dobber. Oh, shit. Oh, de camera. Ik heb beet. Damn, ik was te laat. Maar in ieder geval, ik heb mijn handschoenen aangedaan. Het is fripsig. Maar hey, 12 uur is 12 uur, dus we blijven gewoon volhouden. En ik had het er eerst even over van, yo boys, zullen we straks even pauze nemen, een kwartiertje, en gewoon even lekker warm binnen zitten eten? Nee, gaan we niet doen. We blijven buiten. 12 uur is 12 uur. Vissen, vissen, vissen. Ondertussen komt er wel bestelling deze kant op. Lekker burgertje, patatjes. Maar blijf gewoon buiten, gewoon eten en vissen, eten, vissen. Poeh! Let's go! Oké, dames en heren, het is tijd om even lekker te gaan lunchen. En dat doen we dus op locatie bij de visvijver. Jij staat bovenaan, man, gefeliciteerd. Echt lekker. Jij staat tweede, heel erg netjes. Dus het eten is zwaar verdiend voor jullie allemaal. Dus we gaan lekker smikkelen hier. En in de tussentijd hebben we onze hengels dus gewoon nog aan de zijkant liggen met natuurlijk het aarsje in het water. En ik ga jullie iets mee te delen. Ik ga naar de wc. En aangezien jij tweede staat, mag jij mijn hengel even overnemen. Dus als je dan wat vangt met mijn hengel, dan telt die voor een vis. Zo, daar zitten we dan. Eet smakelijk. Smakelijk. Wie heeft het gevoel dat hij gaat winnen? Ik denk, weet ik niet, man. Ja. Ik denk dat ik heb één ding geleerd in mijn carrière als verliezer. Nooit te zelfverzekerd worden als je begint te winnen. Want dan ga je verliezen. Ja, dat is wel vaak zo, ja. Dus ik zeg niks. Ik zeg niks. Je zit wel veel achterom te kijken naar de dobber. Ja, maar je stay focused. Jullie weten niet op, straks is jullie dobber om, dan moet ik het gaan doen en dan is het gewoon mijn vis. Ik had niet verwacht dat we meer dan 50 vissen zouden vangen, eerlijk gezegd. En we zitten nu op 8 of 49? 48 volgens mij. 48? Echt bizar. Daar gaat de Tomburger, kijk dan. Oh. Woe. Dames en heren, de magie is er vanaf bij Avonturenvijver 1. Dus gaan we hopelijk eventjes wat nieuwe magie vinden bij de Monster Creek. Daar kunnen we serieus vissen vangen van 2 meter of langer. Het is wel een beetje taai, is mij verteld. Maar als je beet hebt, dan is het sowieso een dikke unit. Dus daar gaan we voor. Dus op dit moment is de stand als volgt. Twen. Jij, ik zei bijna Swan. San, jij hebt 16. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je mag doorlopen. Marvin, jij bent nog steeds een legend. Ja, zeker. Je mag doorlopen. Winnaar, op dit moment, Lars, met 17 punten. Dank u, dank u. U mag zeker doorlopen. Dries, mooie beelden, jongen. Trots op je. Dat is ook koud, joh. Je mag zeker doorlopen. Dankjewel. Nou, dan loop ik achteraan, dames en heren. Let's go, baby! Let's go naar de Monster Creek! John! Yes! Kijk ze! Wauw! Heeft hij goed gefixt, hoor, die Lars. Oké, we gaan verder lopen. Damn, Lars heeft het goed voor elkaar. Ja, die kan je gewoon huren hier, geloof ik. Nou, hij zei, omdat je zoveel vis hebt gevangen, mag jij op dat ding. Oei, oké dan. Laat je gewoon maar eiland. Nou, zoals jullie zien, dames en heren, we lopen nu achter Shimano. De mensen die vissen weten dat het een vismerk is, maar had zo een naam kunnen zijn. Je hebt dus een big game en de big game vijver. Dat is een vijver die gaat tot 1,80, 1,90. Maar je hebt ook de monstervijver. En de monstervijver die begint eigenlijk vanaf 1,90, 2 meter tot 2,20. Ja, daar gaan we natuurlijk heen. We slaan de big game even over. Dat betekent wel dat de Monster Creek, de monstervijver, dat je daar ietsjes minder snel vangt. Maar als je vangt heb je dus eigenlijk gegarandeerd minimaal 2 meter. Dus dat is wel echt heel erg lijp. En stel voor we vangen er echt niks na 1, 2 uurtjes. Moeten we misschien toch even één tandje terug naar de big game. Maar ik ga ervan uit dat de monstervis, één van ons drie, die sowieso wel eruit moet kunnen trekken. Dames en heren, daar staan we dan, bij de Monster Creek. En er staan hier twee prachtige tentjes. Nou, je ziet al, San en... bro, hoe moet ik jouw naam nou zeggen? John. Het zegt gewoon John. John en Lars zitten al lekker in een tentje. En dit gaat er heel anders aan toe. Dit gaat er echt heel anders aan toe. We hebben namelijk een grotere, sterkere hengel. We hebben een grotere dobber. En we hebben een grotere haak. Een weerloze haak. Dat sowieso overal, weerloze haak. En dat betekent dat de vis veel groter is. Waardoor we nog meer dingen moeten aanpassen. Dat is namelijk een waterpak. Dit is serieus gewoon een ding, hè. Een waterpak. Als je een vis beet hebt, kan je die vis niet zoals we de hele dag al hebben gedaan uit het water halen en dan even zo vasthouden en leuk op de foto. Nee, die vis is ongeveer 60, misschien zwaarder, 60, 70 kilo. Dus dat betekent dat je met dit waterpak in het water moet en dan daar moet proberen om een beetje boven het water te houden, dan een foto en dan hem weer laten gaan. Dus mannen, laten we even met z'n drieën waterpak aandoen. En als we dan eentje vangen, zijn we er in ieder geval klaar voor, kunnen we meteen erin duiken. Oeh, deze is ook nat van binnen, man. Ja? Ja, deze is nat van binnen. Oh, nog even natrekken. Als jij een vis vangt, dan kan je hem niet aantrekken, nog. Wat ga je doen? Dus ja. Oké, daar ga ik. Let's go, man. Ja, ik weet het niet zo goed. Het voelt wel nat. Ik zit er lekker in, hoor. Nou, ik vond het prima. Ja, ik deed Marvin weer. Yes! Let's go. Nou, misschien is het wel een beetje koud, man. Zo, dit is heel chill. Kijk dan. Nee, dit is prima. Wauw, die ruikt wel lekker, man. Ja, hè? Zeker. Zo, dit ruikt lekker, man. Wow, joh, dat ruikt... Zullen we deze gewoon ingooien? Oh. Hoppa. Nou, nu heb ik wel de hele tijd die lekkere geur van die balletjes. We gaan het doen, man. De Monster Creek, here we go. Let's go! Dames en heren, voor iedereen thuis, doe even je mond open. Er komt een lekker hapje aan. Komt-ie. 1, 2. 1, 2. Oh. Het is maar wat je lekker vindt, dames en heren. 1, 2. Dames en heren, hij ligt er perfect bij. Hij ligt er perfect bij. Je loopt er wel sexy bij, man, Lars. Kijk. Hey. Wat ga je gooien? Voer. Maar ik zit net te bedenken, het is best wel moeilijk om daar te komen met het voer. Dat is wel fair, ja. Ik heb even expertise nodig. Ga ik dat daar krijgen? Kan jij dat? Ja. Legend. Maar vergooi die hele zak, let op. Ja, man. Pas op. Hatsa! Ja, Marvin is die katapult. Zo, dit is wel echt... Dit is wel... Damn, bro. Hey, we gaan naar huis. Ik wil zeker geen trefbal spelen tegen Marvin. Wordt meteen afgegooid. Wat was je vroeger? Wat een trefbal. Ja? Zie je? Hij heeft nog op trefbal gezeten ook. Oké, ja, het stekje daar zo is gevoerd. Dus nu kunnen we lekker in ons tentje zitten. En dan kunnen we lekker warm worden. Handschoentjes aan. En ja, dan wachten totdat die dobber in één keer goenk door zo'n monstervis wordt gehapt. Ja, en dan hebben we één groot gekhuis. Zo'n kutje op weer, hè? En die laatste... Wij zitten hier lekker te chillen, jongen. Lekker vuurkorf weer erbij. Die Lars die zit te zweten, jongen. Moet je die pakje van Lars even zien? Lekker Lars! Zet hem op, hè, Lars! Toppie! Maar mijn thee staat daar ook gewoon een beetje koud te worden. Ja, dit drinken wij wel op, joh. Nee, maar niet belachelijk maken. Nee, wij zitten gewoon gezellig gesprek te voeren. We kijken niet alleen maar. Hey, Lars! Tent is weg! Oh my god. Lars, de tent! Damn, ja, pak die tent, Dries! Dries, wat is nou belangrijk in die tent of vis? Je hebt zelf van hem gehoord, als je iets in het water waait, boeit niet. Nee, de tent ging in één keer weg. Is je nou nog steeds bezig? Ja. Jeetje man, het is al een tijd voor koffie. Nou, dan gaan we hem schoon af. Nee, oké, even serieus, ik kom maar even kijken, ja? Ik denk, hij zit 10 minuten te klooien, maar hij heeft gewoon echt een zieke unit aan de lijn. Ja, nu zie je gewoon waarom die bovenaan staat, hè. Hij is gewoon winnaar op zijn best. Nou, we zijn even uit de tent gekomen. Je hebt de tent gelokt. Hoe gaat hij hier? Ja, lekker man. Damn. Een beetje bezig hoor, maar hij komt nu omhoog. Marvin, wat vind je hiervan? Ja, prachtig hè? Ja toch? Het zijn mooie dingen. Daar komt de dikke knoepert. Als ik moet springen om hem te grijpen, moet je het zeggen. Moet ik in het water gaan, Marvin? Nee, hoeft niet? Oké. Hey, kan ik hier staan of niet? Nou, niet helemaal. Zo, Marvin is er snel bij met het net. Ja hoor, zo, bro! Ja. Hartstikke idee! Hou op met me, man! Dit zijn ze, dit zijn ze! Ho eens even! Zie! Ja. Zo, non de ju, man. Het valt mee trouwens. Valt mee! Oh. Zo, als deze visje smekt, doet het gewoon pijn. Oké, hij is toch wel groot, man. Kappen! Kappen! Hij sloeg je gezicht of niet? Kappen! Bro, dit is wel echt next level, man. Wij zijn echt trots op je, Lars. Nee, serieus. Kijk dan. Ja, ik kan die vis niet optillen, hoor. Ik zweer het. En John, kan je me helpen? Kun je die staart jagen? Juist, lekker boys. Hé, hey, dat is een teamwork, man. Lekker boys. Oh, oh, oh. John, leg hem neer, leg hem neer. Oké, zullen we even een mooie pick-up maken? Ja. Pak hem in je eentje, Lars, kom op. Ja, oké, oké. Wie is mout? Zo, echt netjes hoor, Lars. Niet normaal. Dit is toch ongelooflijk? Ik kan dit niet alleen optillen, joh. Geen mooie foto's zo. Ja, tuurlijk. Wacht even, ik moet even in de moment, in de moment. Lekker, Lars. Zo, kijk dan. Wel een beetje lief lachen, hè, Lars? Kijk. Oh, blijf nu. Zo. Ja, dat heb je wel echt netjes gedaan, man. Thanks. Oké. Ga je hem terug doen? Ja, hoe doe je dit terug? Met dat ding in het water, hè? Zoals ik zei, hè. Rennen en meeduiken. Wacht, doe het wel even, hoor. Ga jij het doen? Ja, maar ja, gast, jij bent zo'n guy. Zo. Nou, dat doe je zo lief, Marvin. Hey, Lars! Hey. Jij bent de goat vandaag. Hey, dus maar goed dat we even de tent uit zijn gekomen, man. Nu is mijn engel, man. Ja, nu wel, hè? Nu of niet? Nu is mijn engel. Ja, de hele tijd chillen. De hele tijd chillen en nu is het tijd om te vissen, man. Als ik zie wat erin zit en wat eruit komt, ja, dan wil ik ook natuurlijk. Even checken. We doen dit even goed. Boep, boep. Hey, wist je trouwens dat dit ook de grootste vis is die ik ooit heb gevangen? Ja? Ja, man. De grootste vis die Lars ooit heeft gevangen. Dat is wel mooi. Dames en heren, kom dat zien, kom dat zien. Waar gooide jij hem ongeveer? Hier links, een beetje in die hoek, maar dan wel, had ik zeggen, 15 meter uit de kant. Oké, komt hij aan. Ja man. Is dat hem? Dat is het wel. Kijk of die dobber ook omhoog komt nu. Nee man. Ja, maar je moet soms even fysiek geduld hebben. Nee, dan staat hij niet goed ingesteld. Ja, hebben we die update nog niet gedaan? Nee man. Iets minder ver als net. Minder ver? Oh. Ja, perfect, 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 perfect. Wachten, hij komt omhoog. Oké, nu is wachten. Nu komt die monster vis eraan. Op dit moment hebben we 49 vissen gevangen. En stel voor, we vangen de 50ste op de Monster Creek. Dat is wel vet, hè? Het is meant to be. Dus we moeten hier nu een vis uitrekken en dat is dat nummer 50. 2 meter, sta je daar. Gast, doe nou niet dit. Van jou kan ik het hebben. Van jou kan ik het hebben. Focus, hè? Je weet, focus. Ja, altijd, zeker, zeker. Altijd. Ik deed hem ook zo net zo echt dat zelfs Dries geschokt werd terwijl ik hem opdracht gaf om Lars te filmen. Voor zijn reactie flashte ik hem mee. Oh, wauw. Oké, we gaan nu gewoon even wachten. En ja, het kan zo zijn. We hebben 2 hengels dus hier bij de Big Game. Toch gedaan om even een beetje de tempo erin te houden. En we hebben, ja, dit is wel echt een beetje bizar. Maar we hebben 1, 2, 3, 4, 5 hengels hier bij de Monster Vijver. Maar ja, dat duurt gewoon langer. Maar als je hier dus eenmaal eentje hebt, dat is echt gewoon legendary. Aan de andere kant. Echt legendary. Ben, Ben! Ja, f**k off, man. Ik zat de hele tijd met die hengel te vissen. Dat buikje. Hij lijkt op die oogmix of zo, toch? Het is hem wel gegund, even serieus. Kom op, man. Jongen, weg! Op vrijdag hoor, man. Kom halen, bro. Kom halen, bro. Hey, vraag me geen 2 keer, man. Ik kan niet te ver, hè. Je gaat 2 keer. Bro, ik heb jou, hè. Je kan niet te ver, hè? Of moet ik hem met mijn handen pakken? Oké, is goed. Ik ga niet te ver, want je gaat zien. Hé bro, Mark, oké, wat heb je gedaan? Ik ben aardig geworden, man. John, hou die spanning, John, hou die spanning! Kom op, man, doe ja, even geluid, John! Oh, joh. Ik heb hem bijna, ik heb hem bijna. Naar beneden, hing maar naar beneden. Zo! Hij is John, wat zie je? Ik kan lachen wat je wil, maar ik heb hem wel, man! Hé, hey, rustig aan! Wow, joh! Zo, dit is één kanon, gek! Yo, wat je hebt gevangen, gast! Oh mijn god! Bro! Hey. Dit is niet normaal! Ziet het, kijk wat we vangen, hè? Dit is niet normaal! Ga maar, op jou, Frank, jij hebt mij geholpen. Op jou. Holy shit, dames en heren, dit is niet normaal! Wauw! Wow! Ik ben echt flabbergasted gewoon. Dit is echt niet normaal. Ik dacht niet bij mij groot was, hè? Besef dit. Hey, dit is nog niks. Hé hey, broer! Gast, niet bang. Wat doe je? Hij is zwaar. Hij had geen tanden. Hey, maar jij gaat alleen met die vis op de foto, hè? Ja, tuurlijk. Ik ben zwaar, dit is groot. Niet te groot, niet te hoog, niet te hoog. Ja, je moet helpen. Dat is niet normaal, man. Ja, wacht. Het zijn beertjes, jongen. Beertjes. Zo, kijk hoe groot die vin is al, hoe lang. Hé hey, Java, jij met die vin in je mond? Damn. En je hebt hier helemaal niet zo lang op lopen drillen, hè, besef. Hey, gaan we met z'n drieën pakken, boys? Ja, man. Sowieso, man. Nee, deze is echt een unit, man. Moet hem even draaien, Jan. Ja, man. Oei, joh. Hé, man. Oei, joh. Jij zijn hoofd, hoe ik ze vind. Kijk dan. Zo. Dames en heren. Big mama. Kijk dan. Wauw, heb je meetlint, Marvin, of niet? Nee, oké. Dames en heren, we gaan hem terugzetten. Dat is niet normaal. Ik laat los? Ja. Zal ik in het water gaan? Ik ga in het water, ja? Ja. Oh, joh. Hey, man! Oh, mijn pols gebroken. Echt? Nee, tuurlijk niet. Oh, shit. Ik wil lachen, maar ik ben niet. Dat is groot, man. Wauw, dit heb je echt goed gevangen, man. Serieus. Dankjewel, bro. Sick. Puntje erbij, hè? Zeker. Sta je op 17? 17. Wow, nu begint mijn achterstand wel echt een beetje pijnlijk te worden. 17. Nummer 1 en 2, je ziet het. Ik ben nummer 3, dus... De volgende is voor jou, man. Laten we het hopen. Nou, daar zitten we dan. Gezellig. Met z'n drieën onder een tentje. Gezellig. Ja, dat is wel chill, eerlijk gezegd. Kijk, daar zitten Dries en Lars. Lekker boys! Hey. Ja, dit is wel echt een vibe hoor, serieus. Nu is het gewoon wachten tot een van de... Hé, hey, trouwens, boys, ik neem even pauze, man. Dus als iemand beter hebt, dan gaan jullie hem even in de regen. Ik had nummer 50 trouwens. Ja, dat is wel inderdaad vet om nog even te benoemen. John, dankjewel. Ik vind het een moeilijke naam, John. Die had net de 50ste vis. Waren we eventjes vergeten. Oh, die gaat. Ja. Zeg ik zweer. Ja, dat is toch weer. Nee, geen. Hij was bijna weg. Dat kan hij nog. Zeg je de engel helemaal niet, man. De engel zag je niet. Zeg je het zelf niet. De engel zit bijna erin, joh. Ik ging ervoor, hè. Jullie zagen het. Ik kan wel lullen als brugman, maar als hij eenmaal gaat, dan ga ik. Wauw. Nee, de engel was tot zo'n tijd helemaal zo, hè. Jij stond heel krom. Oh, ik was gewoon te laat, eigenlijk. Dus. Oh, kom op. Ik moet nog even een grote vis vangen hier, hoor. Moet. Maar goed, in ieder geval. Vis nummer 50. Die is van jou, man. Echt netjes gedaan, serieus. Het was ook mooi dat we met z'n drieën hem zo eruit konden halen. Die vissen zijn gewoon niet te houden in je eentje. Dat is echt zwaar ook, man. Dat is echt heel erg zwaar, niet normaal. Maar goed, we zitten nu lekker droog. Even chillen. Zo, dit is top. Wauw, dit is perfect. Dit is echt perfect. Los, pak hem! Oké dan. Oké, dames en heren, 4 uur. Tijd voor kippensoep. Oké, let's go. Wauw, zo lekker. Oh, kippensoep. Ik heel even hier op, man. Het is heet. Heb je het koud? Nou, ik heb het koud, maar die pan is heel heet. Oh. Dames en heren, besef even wat hier gebeurt. Check dit dan. Dit is letterlijk 4 uur kippensoep. Dit zouden meer mensen moeten doen. Ga je nog een beetje slagroom op? Graag. Ah, daar is Jan niet vies van, hoor. Ja, zeker. Een 4 ervan, hè? Zeker niet de laatste. Even wat minder, hè? Ongelooflijk. Heb je ooit iemand gehad die zoveel chocolademelk heeft? Nee. Ik wil wel een hapje, man. Hapje slagroom zeg geen nee tegen. Zo, maar dit is echt te lief gewoon. Echt niet normaal. Blijf maar eten, man. Zo. Die was iedereen, hè? Ja, sorry, ik zat helemaal... Kijk eens. Oh ja, zo lief, dankjewel. Oh, kijk dan, dames en heren. Wauw. Wil je er nog iemand zoeken? Graag, ja. Maar even eerst wat aan de wassen. Ach, het is al over de man. Ja, jij hebt soep, hè? Ga je maar... Heb je beet? Kom op, Lars, doe het! Ah, mis. Helaas, man! Hij ziet er zo grappig uit, hè, Lars. Pak je ook, joh. Het is zo strak op zijn lichaam. Check dat jij eruit ziet. Check, zie je eruit. Nee, maar zo voel ik me wel. Ik blijf alleen maar en zo. 5 of 6. Lekker aan smikkelen, Dries. Ik zie maar 3 dobbers. Ja, eentje ligt op de bom. Lekker eten, hè? Ja. Dit is een mooi pakkie. Nou, lekker opwarmen. Lekker, man. Heel erg bedankt. Marnix, eet smakelijk, man. Marnix, eet smakelijk. Oh. Dat heet per ongeluk. Kom, doe Dries. Oh, Marnix. Tot Martin. Ja, dat kan ik net. Maar ja, het komt op hetzelfde. My bad, my bad. Waarom zei ik dat na van Dries, man? Sorry. Marvin, eet smakelijk. Hé, hey, Lars! Kijk, ze zitten dan met z'n drieën zo op z'n ding. Zit hij daar een beetje? Hij gaat veel meer, hoor. Op echt tot nu toe wat we hebben gegeten is echt lekker, hè? Ik zou dat niet zo snel zeggen als... Weet je wat? Nee, restaurant wordt er niet. Maar hier is oprecht echt lekker, zonder grap. Oprecht echt lekker. Ja, ben ik het mee eens. Wat is je afkomst, Marvin? Surinaams. Surinaams. Ze hebben hier toch ook vaak wedstrijden met wat voornamelijk heel veel Surinamers aantrekt. Met die kleine visjes, ja, en die smalle... Kwik-kwik. Kwik-kwik. Ja, dat was het, ja. Kwik-kwik. Maar ik bouw hier veel, hè. Je bouwt hier veel? Ja. Ah. Al die gebouwen en zo heb ik allemaal gebouwd met de andere man. Serieus? Ja. Oh, nice. Ik vind het wel echt gezellig, man, dat je erbij bent. Mooi. Ja. Goed om te horen. Ja, zeker weten. Goede vibes. Ja. Belangrijk. Jij bent zeg maar zo iemand waar je gewoon niet op kan haten. Ja. Ken je dat? Van die mensen waar je niet op kan haten? Zeker. Zeker. Dat is Marvin. Lars is zo dedicated. Hij wil zo graag een vis vangen. Er is gewoon een stoel vrij, hè, onder de tent. Maar hij staat gewoon de hele tijd buiten de tent, ja, gewoon te wachten. Ik denk dat hij gewoon wil winnen. Dat hij daarom... Ja, hij wil winnen sowieso. Hij staat er maar 1 vis voor op jou, dus. Ik zet gewoon in, ik vang gewoon. Ja, kom op, Lars! Had je beet? Had gewoon beet, die man. Heb je beet? Kom dan, ik ga je houden! Wat? Hij heeft beet! Oh my god, even serieus, dit is echt een banger. De 51ste. Deze is echt groot. Dat telt nog niet, hè? Hé, hey, bedankt voor het vertrouwen, man. Pas als hij op de kant ligt, hè. Oh, oké, bedankt voor het vertrouwen, man. Deze is echt groot, hoor. Ja, ja, deze is echt groot. Ik voelde het net toen hij wegging. Ik denk, ja, deze is echt groot. Hij zou nog wel eens groter dan die van... Oeh! Zo, ja, dat is wel een flinke. Ja, die is er doorheen geklapt. Ja. Dat is banen, man. Zo. Wat doet ik nou hier? Oh mijn god. Ik kan daar niet lopen bij. Oh mijn god, gast. Ik dacht, loop het water in. Ik was er klaar mee. Shit, man. Dit was echt de banger geweest van de video. Serieus. Dat is echt groot. Ja. Ah! Alles is eraf, man. Ja. Maar geef niet op, hè? Marvin, man, wat moeten we nu doen? Gebeurt ook. Ja. Hoort bij het vissen. Ja. We hebben nog 2 uur, hè, dus we kunnen niet, man. Oké, we hebben nog 2 uur. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van de smaak van kipsoep. Lekker. Shit! Ja, echt alles eraf, bro. Hele ziel eraf gerukt. Heel dat touw kapot, joh. Ja, maar dan weet je dat het echt een knijtersgroot is, jongen. Niet normaal. Ja, anders gooi je zo'n hengel erbij. Die Monster Creek halen we 1 hengel uit en dan gooien we in de big game. Nee, pak die achterste daar. Dat is mijn hengel. Nee. Jongen, hier zit ook maar 1 pieremotje aan. Kijk, nu is het serieus. Nu is het menens. Kijk dan hoe dikke knoepel dit is. Om hem vast te pakken überhaupt. Dikke knoepet. Dit is echt een monsterhengel. Hij ligt echt perfect. Kijk, dan pak ik deze stoel. Doe ik hem zo. Nou, nu is het afwachten. Maar ik heb hier wel vertrouwen in. Dit gaat nog wel goed komen, dames en heren. Ik ga een monstervis vangen. Let op. Hadden we net zo'n grote aan? Ja? Alles kan af. Ja, moeten we nog even, jullie blijven echt tot 7 uur vissen of ga je ja, zeker. Ja? Oké. Ja. Ja, 7 uur. Ja, hey, dan hebben jullie nieuwe piramotjes. Ja. Ik zweer het je. Ik geloof jou meteen. Ja. Trek je dan neer? Nee, nog niet. Hij ging onder, echt waar. Dit is een goede spot hoor, dit is een goede spot. We hebben nou een hengel uit de Tom's Creek gehad. Pas op joh, ga varen op de weg. Hij banjert onder die plas heen. Nou, je ziet het dames en heren. Hoi, hoi, hoi. Challenge is challenge. 12 uur lang is 12 uur lang. Dames en heren, groot aandeel van het succes van vandaag was sowieso Marvin. Heel erg bedankt man. Graag gedaan. We hebben echt genoten van je aanwezigheid. Ja. Je bent echt een baas. En succes nog. Ja, dankjewel. Dankjewel man. Ga je hem checken de vlog over 2 dagen hè? Zeker. Let's go baby. Hey, fijne dag nog hè. Ciao. Ja, dit betekent 5 uur dames en heren, want 5 uur is Marvin vrij. Dus wij gaan nu nog de laatste 2 uurtjes hier doorstrijden. Maar we hebben een lekker vuurkorfje erbij. We worden sowieso niet aangereden door iemand op de weg, want er staat een oranje paal hier. Dus het gaat sowieso goed komen. We hebben nog 2 hengels in de Big Game. En we hebben 1, 2, 3 hengels in de Monster Creek. 4. Dus we hebben echt nog wel kans. Maar goed, het wordt steeds moeilijker om de dobber te zien, dat wel eerlijk gezegd. Maar goed, ik ga weer even in de tent zitten. Oké man, lekker hoor. Hey, hou die tent heel. Ja, die wind komt af en toe opzetten. Maar kijk, dit is wel top hoor. Dit is het enige uitzicht wat we hebben. Lekker hoor. Oh, daar gaat Lars weer. Ja, het wordt nu wel een beetje een naar weertje hoor. Het begint wat harder te waaien, harder te regenen. Dus laten we even kijken wat er gebeurt nog. Oké, dames en heren, ondertussen, het is flink gaan waaien. Het is nu ook flink aan het regenen. Dat betekent, we zijn de lul als we daar waren gebleven. Maar we zijn verplaatst. En we zijn niet zomaar verplaatst. We zijn verplaatst naar een super goede locatie met licht, met onderdak en geen wind. Dus dat is echt perfect. En dan hebben we ook nog glow-in-the-dark dobbers. En dit is sowieso een must-have nu met de winterperiode, omdat het gewoon vroeg donker is. Dus we gaan hier even weer piramotjes aan doen. Dan gaan we nu de laatste 90 minuten, dus dat is 1,5 uur, vissen op meerval op het vijvertje achter mij. En dat gaan we doen met een garnaaltje. Lekker, lekker. Die doen we er even aan. Ben ik heel erg benieuwd. Het zou wel echt heel bijzonder zijn als ik nog zou winnen. Maar daar ga ik niet van uit. Mijn doel is geworden een meerval vangen in die 90 minuten als afsluiter. Dat zou het mooiste zijn. Dus ik ga eventjes net als Lars bij het water staan. En dan ga ik hem erin gooien. En zodra ik hem erin gooi, gaat de laatste 90 minuten erin. Oké, dames en heren, ik ga hem in het water gooien in 3, 2, 1. Boom. 90 minuten gaat in. Veel plezier en vang ze. Dames en heren, let's go baby! Eindelijk, het werkt tijd. Er is er eentje man, John. Ga het water in man, pak hem, pak hem. Oké, ja, pak hem John, pak hem. Wow, check het. Wow. Lekker man. Ja hoor. Kijk eens even. Kleine meerval. Kijk dan. Zeker. Dit is wel nice hè. Mooi blauw. Echt mooi uit deze. Het is gewoon nog gelukt. We hebben nog 20 minuten op de klok. Even een kusje. Kijk dan wat een bek, joh. Kan je gewoon je hand in stoppen, hè? Altijd respect. Ah! Oké, we gaan hem weer terug doen. Kijk dan. Wat een dikke giegel, joh. Zag je dat, hè? Daar gaat hij weer. Hij wil bij je blijven. Hoppa! Lekker, hoor. Dames en heren, dit is de 51ste vis. We gaan hem weer erin gooien, hopelijk nog één. Volgens mij is nummer 52 ook onderweg hoor. Ja? Bij Lars, die had er de steur nog aan zitten. Nog een steur. Dat is ook een grote. Die is groter dan die van Enzo. Bizar hè? Ik ga hem terug doen, want hij moet zwemmen man. Gaat. Oké. En nummer 52 in totaal nu, toch? Ja man. Hoppakee, gas geven. Let's go baby. Oh, dit is een mooie man. Mooi joh. Ja, kijk, schep hem bro, schep hem. Zo, die is huge. Zo! Kom op. Yes! Heerlijk. Let's go. Let's go. Wauw. Even kijken op de tijd hoeveel we nog hebben. Zo, we hebben nog 10 minuten. Check dan. Woehoe. Kijk dan. Zo. Dat is een hele mooie. Ik ga hem weer terugzetten. 1, 2. Woehoe. Let's go. Dames en heren, het is gedaan. Het is 7 uur. Dat betekent klaar, finito, einde 12 uur van deze Fish Challenge. Ongelooflijk, we hebben het gewoon volgehouden en besef, hij ligt er nog in die van mij. Maar eigenlijk zal ik dus nu gewoon door willen gaan. Zelfs na die 12 uur, hè. Besef, niet normaal. Maar we gaan hem eruit halen, het is mooi geweest. Het is klaar. Zo, dames en heren, het is gedaan hoor. We hebben 12 uur gevist, mannen. Damn. Niet normaal. Echt niet normaal. En we krijgen nu opeens te horen, op het laatste moment, we hadden geen flauw idee, dat er blijkbaar ook prijzen zijn. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ten eerste hoop ik dat jullie allemaal een hele leuke dag hebben gehad. We hebben een prijsje voor de winnaar. De winnaar, we weten allemaal wie het inmiddels is geworden. Zeker, de lange. Lars, de lange in het midden. Hey, let's go man. We hebben een mooi stukje voor jou. Ja hoor. En we hebben een waardebon. Die kan je nog weggeven. Ga ik zeker doen. Wow, kijk eens even. Hij heeft gewoon een beker. Ik zal even alles verliezen dan gewoon een beker, hè. Het is mijn eerste viswedstrijd ooit en ik heb hem gewonnen ook. Wauw, let's go man. Applausje voor Lars man, let's go. En dan was er nog de eerste keuze uit wat hij eventueel... Ja, we gaan voor een muts. Voor de camera, pet. Mooi petje. Een petje. Ja, let's go. En dan blijft er een muts voor me over. Nou, die wilde ik ook hebben hoor. Lekker man. Ja, super tof. Echt heel erg tof. Hey, ik heb het echt leuk gehad. Ja, ik ook man. Heel erg bedankt bro. Ik vond het super gezellig. Leuk dat je mee wilde doen met de challenge. John, heel erg dankjewel dat je er was. Het was echt leuk om je een keer te ontmoeten zo. Zeker. Thanks voor de mooie woorden in het interview. En ja, nu staan we hier. Klaar. Op. 12 uur verder. Moe. Damn. Ook al moet ik zeggen, ik ben nu nog niet echt moe, maar als ik straks waarschijnlijk in de auto zit, lekker warm, chill naar huis, dan krijg ik waarschijnlijk een inkakker. Ja. Maar voor nu, wauw, ongelooflijk, niet normaal. We gaan er vandoor, het is gedaan, het is over. Het is nog een beetje gek om te zeggen ofzo, maar... het is snel gegaan. Ja. Het is echt snel gegaan. Ja, niet... Sowieso shout-out naar iedereen die heeft geholpen hier van Tom's Creek. Echt super lief. Van de kippensoep tot de broodjes, tot de patatjes, de hamburgers, de service. Marvin, iedereen erop en eraan. Heel erg bedankt allemaal. We hebben enorm genoten, dus echt top. Dat is mooi hè? Oh, staat je goed man. Hij zit wel scheef op je hoofd trouwens. Hij zit wel scheef op je hoofd. Oké. Hallo? Hola. Wauw. Hoeveel vissen heb jij gevangen? Ja. Zo, ga je uitkleden? Ja, want ik heb echt een vieze broek aan. En ik heb gewoon een thermobakje aan, dus het is oké. Je komt ons even hier naakt. Ik wil best daar naakt heen rennen, maar... Ik weet niet of ik daar iedereen een plezier mee doe. En ik heb best een leuk pakje aan, dus wat dat betreft... Mijn thermopakje is gewoon een skelet. Krijg ik een knuffel? Ja, zeker! Ik stink misschien een beetje naar vis, maar... Hoe is het? Goed. Nice, je ziet er goed uit. Dank je. Hey, je ziet er ook goed uit. Ja, heel goed hoor. Wow. Was leuk? Ja, hoeveel vissen? Ja, ik zat er net over na te denken. En ik kan je vertellen, we hebben een wedstrijdje gedaan. John, Lars en ik. Wie heeft er gewonnen? Jij. Ja. Fout. Wie heeft er gewonnen? Lars. Ja, goed. Lars heeft een keer iets gewonnen. Ja, maar hij vist ook veel, hij oefent veel. Je moet vaak vissen als je ook wil winnen dan. En hoeveel vissen denk je dan? Als je het precies goed hebt, mag ik een keertje mee. Dan zeg ik -1. Ik ga douchen later. We zijn met z'n drieën en we hebben 12 uur gevist. Ja, maar moet ik zeggen van jullie samen? Of alles alleen bij elkaar. Van Lars? Alles bij elkaar. Dan denk ik 28. Denk je dat we amateurs zijn of zo? Maar zoveel meer nog. Dat was in totaal 52. Wat? Ja, 52. Dat is wel veel hoor. Dat is niet normaal hè? Dat is dan gemiddeld per uur? Heb je dat uitgerekend? Nee. Oké, ik ga even naar de wc en dan ga ik even lekker eten. Want ik zie dat hier nog pasta pesto over is. En dat is echt super nice. Lekker. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb een heerlijke douche genomen. En het is een lange dag geweest. Het is nu 11 uur in de avond. En ik ben gesloopt. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze extra lange vlog. Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!